naar de stream. Hoe is het met iedereen? Lekker maandagje. Ook, ik ben nog een beetje verwaaid. Ik ben vandaag niet alleen. Mijn moeders hond is er weer. Die heb je misschien wel eens een keer eerder op stream gezien, maar die gaan jullie zo meteen ook nog even zien. Als ik mijn moeders hond heb, dan komt ze die altijd op maandagochtend brengen. Dan komt ze een maandagavond rond de avondeten ophalen. Vandaag had ze het zo druk met werk dat ze hem gisteravond al is komen brengen. Dus ik ben al gisteravond, mocht ik na 10 uur de deur uit, hond uitlaten. Vanmorgen moest ik vroeg op, hond uitlaten. En net dacht ik, weet je, ik ga even een keer met de hond naar het park. Bal meegenomen, nou vond ze helemaal leuk. Die hele bal is helemaal verkloofd. Ik had hem op de heenweg, had ik de bal in mijn jaszak gedaan op de terug. En liep ik echt zo met die bal in mijn handen. Zo van, eeuw. En Sharon. Wat zeg je nou, Sharon? Ja, we gaan zometeen lekker de Sims in. De burenbouwchallenge van Jill doen. Ik dacht, ik ga ook weer een keertje lekker bouwen en meedoen met de challenge van een ander. Sharon is gewoon te enthousiast. Zal ik het laten zien, jongens? Daar is ze dan. Ja. Maar kijk, ze zit dus achter mij. Dus als ik zo doe... Ergens, waar... Daar, ja, daar. Ik zag het net. Daar is mijn hand in de hoek. Ze ligt nu achter me. Dus echt precies achter me. Haar naam is Jura. Ik zal het even zo typen. Dan is het in beeld ook. Friese naam voor een Friese stabé. En nou wil ik even weten hoe groot dat ding moet zijn van Jill. Ik zag hem. Die. Oh, kijk, het kippenpulshuis staat er ook. Hier, de burenbouwchallenge. Deel 1. 40 bij 30. Oké, ik zet hem even... Je favorieten. Ah, dit is 40 bij 30. Ga daarheen. Mooi plekje zo. Gemeubileerd. Zo. Nou, voor degenen die het dus niet weten. Jill streamt ook op Twitch. Jill heeft dus nu een bouwchallenge. Waarbij, ja, de burenbouwchallenge. Er zijn natuurlijk meerdere streamers die allerlei soorten van shell challenges hebben. Sommigen hebben een gewone shell. Ik heb natuurlijk pulsband. Acenet heeft de D-rooms. En Jill heeft dus nu de burenbouwchallenge. En daarbij maakt ze dus een 2-onder-1 kapwoning. En de ene kant is helemaal ingericht. Dus als we hier naar beneden gaan, dan zie je dus echt dat de zolder is ingericht aan de linkerkant. Nou, kamers en zo zijn allemaal ingericht. Beneden is allemaal ingericht. De rechterkant is kaal. En die mogen wij dus gaan inrichten. Nou heeft Jill de linkerkant ingericht alsof ze er zelf zou wonen. Maar nou vraag ik me af of jullie ideetjes hebben. Wat zou een buurman of buurvrouw of huishouden kunnen zijn die dus de buren van Jill zouden worden? Wat voor ideetjes hebben jullie in de chat? Ik had in eerste instantie de idee om dan mezelf te doen. Dat ik dan naast Jill zou wonen. Maar ik zag dat Ace net onder andere dat gedaan heeft. Plus ik wil ook een keer mijn eigen huis, dus waar ik nu in zit. Wil ik ook een keer gaan nabouwen op stream. En dan wordt het een beetje het veel van hetzelfde. Hè? Als ik dit huis zou inrichten alsof ik er zou wonen. Plus mijn eigen huis zou gaan nabouwen. Dus ik weet niet of jullie ideetjes hebben. Wat voor type mens zou naast Jill kunnen wonen? Ik ga ondertussen lekker genieten van een arbeidje. Lekker. Ik denk dat ik het zelf moet bedenken. Wat zou daarnaast passen? Ah, kijk. Isa zegt een gezin met 2 kinderen en een kat. Dat is ook een leuk idee, ja. Helemaal dat zij natuurlijk een hond in huis hebben. Konijn zegt een vrouw met 7 katten. Crazy Cat Lady. Ja, ik weet dat Miss Didi dat ook heeft gedaan. Crazy Cat Lady huis. En die had dan ook wel inderdaad een kinderslaapkamer. Wel 2 leuke ideetjes. Pol. Ja, lekker arbeidjes. Heb jij nog een idee, Sharon? Ik ben nu nog bezig met de pol. Nu kan je het nog zeggen. Menno komt zelf niet eens op een idee. Ja, het is lastig, hè, om dat te bedenken. Het is een hele interessante challenge, maar je kan eigenlijk alle kanten ermee op. Als ik een beetje kijk naar het huis, het heeft beneden dan best wel een open indeling. Als we dan op de eerste verdieping kijken, zijn er 4 ruimtes. Dan moet natuurlijk 1 moet een badkamer zijn. Maar die andere 3 ruimtes kunnen slaapkamers zijn. Maar dat hoeft niet per se. Je kan ook kantoor of weet ik veel wat van maken. En dan hebben we ook nog een zolder waar je ook nog een soort van studio-achtige slaapkamer van kan maken. Dus ja, ze zijn echt lekker dit keer. Ik heb er niet eens suiker op gedaan en ze zijn al lekker zoet. Moet je zien hoe mooi rood ze ook zijn. Dan ga ik de poll starten. En dan mogen jullie stemmen. Nu heeft Isa zin in aardbeien. De poll is begonnen. Dus als je impact wil hebben, input wil hebben op de buren. Laat het weten. Ik zit ook een beetje na te denken wat voor stijl. Ja, ligt natuurlijk ook aan wat er uitkomt qua poll. Maar op zich met een gezin met 2 kinderen en een kat kan je alle kanten op. Met een Crazy Cat Lady kan je alle kanten op. Ik vind het chill. De kant ook echt heel leuk is ingericht. Gelijke stand. Oeh. Oh nee, nu komt het verschil. Nu komt het verschil. Stemmen mensen. Stemmen. 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 En net op het nippertje. Net op het nippertje heeft het gezin met 2 kids en een kat heeft gewonnen. Gaan we dat doen? Thanks voor het stemmen allemaal. En thanks voor de suggesties, Isa en Konijn. Een gezin. Met 2 kids.
Ja, dat is wel leuk, want we hebben hier op zich meerdere kamers. Dus je kan hier één kind doen en hier bijvoorbeeld één kind of hier één kind. Ik weet nog niet waar ik de badkamer wil doen. Chill heeft de badkamer aan de voorkant gedaan. Ja, ik heb zelf ook de badkamer aan de voorkant van mijn huis. Ik moet even kijken hoor, want er zijn natuurlijk regels bij deze challenge. En dat zijn, de buitenmuren moeten blijven zoals ze zijn. Dus we mogen dus niks aan de buitenkant veranderen. De buitenkantmuur mag ook niet van kleur veranderen en de deur ook niet. De schutting mag wel anders. Dat is wel leuk, want als ik kijk naar mij en mijn buren, dan heb ik dus een andere schutting. Nou ja, mijn ene buren hebben schutting. Mijn andere buren hebben schutting en ik zit gewoon tussenin. En, oeh, Jura. Er loopt iemand door de poort. En even kijken, de deuren mogen we niet verplaatsen. Mag wel veranderd worden naar een andere deur. De tuin mag ik indelen zoals ik wil, met stenen en gras. Decoraties aan de buitenmuren mogen wel, maar de ramen mogen niet veranderd worden. De binnenmuren mogen niet veranderd worden, maar er mogen wel extra muren komen. Geen extra huis erbij bouwen, niet aan Jill haar huis zitten. Ik mag alle pakketten gebruiken. Ik mag niet aan het dak komen, maar ik mag wel zonnepanelen erop leggen. Move object staat al aan. En ik heb de rest van de maand april de tijd om hem af te maken. Hoi Ilse, welkom. Ja, dan beginnen we gewoon lekker beneden. Ik denk dan dat ik wel expres voor een ander soort vloertje wil gaan. Maar een gezin met twee kinderen en een kat. Ik denk dan of peuter en kind of kind en tiener. Ja, wat voor soort stijl wil ik gaan doen? Gaan we voor de... Dit is wel heel heftig, hè? Om in het hele huis te stoppen. ik ben oppas op de hond van mijn moeder vandaag. Dus die zie je nu hieronder. Maar in mijn geval zit ze nu letterlijk achter me. Als ik nu een stukje naar achter ga en ik doe mijn hand uitsteken. Hallo! Zo'n vloer. Ik heb geen idee. Misschien moet ik een keer niet voor de vloer beginnen. Misschien moet ik gewoon even eerst naar meubels kijken. En dat ik dan denk van, oh, dit vind ik toffe meubels. En daarmee ga ik verder. Wat heeft zij gebruikt? Oh, zij heeft een hoekbank in elkaar gezet. Ik denk dat ik het ook wel leuk vind om wat nieuwe, om wat spulletjes te gebruiken van die paranormale pack. Want daar zitten leuke dingen bij. Maar aan de andere kant, die landelijke keuken van die kids pack is ook leuk. Gaan we voor zo'n stijl. Want als ik een beetje kijk naar paranormaal, dan komt dat redelijk overeen met wat ze hier heeft ingericht. Dus misschien moeten we gewoon voor lekker landelijk gaan. Ja, wat ga ik doen met de keuken? Even kijken hoor. Ja, zij heeft dus de keuken voor gedaan. En het woongedeelte achter. In mijn geval is dat ook zo. Ik heb mijn keuken ook voor en mijn woongedeelte achter. Ik heb een andere streamer, heb ik het anders zien doen. Die heeft dus hier de keuken gedaan en dan hier het woongedeelte. Dus ik twijfel een beetje met wat ik wil. Maar ik denk wel dat als ik ook een kookeiland wil maken, dat het misschien leuker is om dan toch ook daar de keuken te doen. Dit is wel een moderne deur trouwens. Oké. Dan gaan we voor... Een landelijke keuken. We hebben allerlei leuke kleurtjes. We hebben ook roze en blauw en zo. Maar ik vind dit dus heel tof. Weet je? Er moet wel een beetje een kimpulstadje in, hè? Er moet een beetje een kimpulstadje in. Dus we gaan gewoon voor paars. Ik ga het gewoon doen. Ik heb alleen geen idee hoe ik het ga indelen. Misschien dat ik... Die... Hier zit. Of juist, waar staat hij bij mij? Bij mij staat hij zo. Ik heb ook zo'n raam. En dan staat hier het fornuis. Maar ik ga niet mijn eigen keuken nabouwen. Maar het kan wel een leuk hoekje hier zijn, denk ik. Oké. Keuken. Paars. Oh. Heel tof dit. Love it.
Oh, weer een stuk. Ja. Zo. Doen we hier weer een hoekje. Doen we daar het fornuis ertussen. Hoe groot gaan we die keuken maken? Want ik kan hem ook hier afkappen. En dan doen we daar een prullenbak neerzetten. Ja, dat vind ik een goed idee. Een fornuis. Daar. Paars. Als dan een andere kleur. Oeh, dit vind ik ook een hele toffe kleur, hè? Paars. Zo. Oh. Niet nu al opslaan, dat is niet nodig. dan wil ik er dus wel een kookeiland van maken. En dan zit je volgens mij aan die kant. Ga ik dat hier ergens doen? Zo. Nee, dat is. Ik moet die. Hoekje. Ik wil een hoekje. Oh, dit is wel heel groot. Nee, eentje kleiner. Zo. Kan ik daar eigenlijk een aanrecht tegenaan zetten? Want misschien is het wel tof om hem gewoon te verlengen. Ja, het kan op zich wel. Maar nou vind ik hem weer heel klein. Maar het is op zich wel logisch dat die moeder hier gewoon bezig is. En dat die twee kinderen dan hier op die kruk zitten voor hun ontbijt. Dat die moeder zo hier is je vreten. Nu naar school. En dat ik die dan... Dan staat hij er wel heel erg in, hè? Is dat de goede kant trouwens? Rechterkant? Nee, ik zie je. Hier is je vreten, ja. Het is toch altijd hectisch voor ouders, zo 's ochtends met die kinderen. Nou, ik vind dit enig. Ja, je moet er nog wel inderdaad kunnen lopen. Want op zich, je zou drie plekken willen, maar dan is het hier zo krap. Dus ik denk dat ik gewoon zo anderhalf doe. Of wil ik dit helemaal dicht hebben? Ik weet het niet. Als we even gaan kijken naar krukjes. Oppervlakte. Nee, comfort. Wat zou er een beetje leuk bij passen? Dit vind ik wel leuke. Komt die in een goede kleur? Die zou kunnen. En met deze. Die vind ik ook wel tof. Waarom komen al die dingen niet in de kleur waarbij ik hem hebben wil? Dan zou dit een optie zijn. Ja, dat lijkt dat inderdaad, hè, Ilse. Zo'n grote keuken voor die moeder. Heerlijk. Mijn keuken is niet zo. Mijn keuken is wel groter dan in mijn vorige huis, dus ik ben erop vooruit gegaan. Maar je kan er met z'n tweeën nog aardig in koken, maar als je met z'n drieën erin loopt, dan wordt het wel krap. Welke zag ik nou nog? Deze. Ik zie al die kleurtjes voorbij komen, maar geen paars. Ik denk die dan niet. Die? De kids eten. Tof. Sanitair. Sanitair. Moet er natuurlijk ook een wasbak bij. Eentje die gewoon ingebouwd is. Ik weet wel. Oh ja, dat kan ik ook doen. Deze hoort erbij. Nou... Al vind ik dit meer een soort van garage ding of zo. Ik weet niet. Ja, die keukenkit is best wel tof. Het is alleen jammer dat die 5 euro is. Ik weet de indeling ook nog niet helemaal zeker hoor. Ik twijfel over die wasbak. Maar we gaan wel even kijken voor tegeltjes. Hebben we leuke tegeltjes? Oh, er is trouwens... een muur bijgekomen, toch? Met die kit. Ja.
baksteenmuurtje. Zo. Oh, dat was omhoog. Ik moest alleen de muur omhoog. Ik moest niet het hele huis omhoog. Ik zou dat nog kunnen doortrekken, maar ik weet niet of dat mooi is. Ik kan ook dit doen. Je mocht muren erbij zetten, hè? Even kijken, Helena zegt ik vergeet altijd bij mijn huizen de wasbak. Ja, ik ben oprecht een keer de koelkast vergeten. En het erg is nog, ik kwam er zelf niet achter. Nee, het was een kijker die vervolgens in de reacties bij mijn YouTube video zei... Je bent de wasbak vergeten, Kim. Dat ik denk, oh, of nee, de koelkast vergeten. Dat ik echt wel, oh. Oké. Even kijken voor een mooie. Die is wel heel oudbollig. Oeh, die van Strangerville heeft wel toffe. Ik kan ook gewoon een simpele paal doen. Die dan niet. Vind ik meer iets voor buiten. Dit vind ik ook tof. Maar die matcht natuurlijk niet helemaal. Nee. Even kijken hoor. Als je zo'n grote keuken hebt, maak je net zoveel rommel als bij een kleine keuken. Ja. Een Rubicam. Annette. Ruby ligt in mijn voorraadkast. In een koker. Ik kan er wel een cam op zetten, maar dan zit je te kijken naar een groen-blauwe koker. Dit is Jura. De hond van mijn moeder. En ik mag vandaag oppassen. Ik denk dat ik dan voor die stranger veel dingen ga. Oeh, dit is op zich wel een kleur wat goed past. Maar dan... Oh nee, daar zie je hem niet. Top. Hé. Hey. Ik dacht al, waar gaat hij heen? Opeens was hij weg. Zo. En dan hebben we natuurlijk van Strangerville ook deze. Welke had ik nou? Deze. Die is wel heel chic. Ja, kijk. Ik weet het niet zo goed, die kleur. Jura en Ruby maken zeker geen ruzie, want Ruby is dood. Maar Annette, je zegt ik heb geen bril op, dus ik zag het niet. Maar Ruby is dood. Ruby is al anderhalf jaar dood, dus die kan het niet zijn. Ik twijfel over de kleur. Groen. Geel. Hallo, waarom kan dat nou weer niet? Wat is dat nou voor flauwigheid? Zo. Ja, geel. Geel vind ik passen. Ruby is al anderhalf jaar dood hoor. Het is niet alsof je nu iemand verdrietig hebt gemaakt. Rustig maar. Ja, Omri is boven. En Omri is niet zo groot. Hé, Jura? Jura? Hé? Hey? Oh. Nou, ik ben al best wel blij met de keuken. Oké, okay. Als je wat gekke geluidjes hoort, zit er eentje hier te zuchten en te prutten achter me. Oké. Ik wil wel iets van een kastje hier hebben. Willen we een boekenkast? Willen we een... gewone kast. Dit allemaal niet. Misschien hebben we nog bij oppervlakte iets. Nee, Omri, die laat ik sowieso ook niet naar beneden hoor. Die gaat echt niet blij met mij zijn als ik die nu naar beneden laat. Wat jij maar wil, kastje. Ja, ik wil ook niet iets wat te breed is. Want een... nou, op zich, dit zou dan wel kunnen, maar... Zou je dit hier neerzetten? Ik weet het niet. Het is een optie. We zetten hem even neer als optie. Wat hebben we nog meer?
dat is dezelfde. Oh, wat is dit dan? Nee, dit is meer iets voor boven. We hebben dit soort dingetjes, maar dat vind ik meer een woonkamerding dan een keukending. Nee. Wat hebben we nog meer? Ja, dit is dus eigenlijk meer een gangding, hè? Ja. Dit is sowieso leuk. Komt het in een kleurtje die we kunnen gebruiken? Hier zit paars en groen in. Waar gaan we die laten? Hier. Zo. Misschien wat hangplantjes van die leuke nieuwe potjes van de keukenkit. Ja, we kunnen sowieso wel wat dingen van die keukenkit gaan gebruiken. En ik denk dat ik dat ook al een beetje als leidraad voor de stijl ga doen voor dit huis. Dat het een beetje de landelijke kant op gaat. Dat wordt voor mij wel een uitdaging. Want ik ben zelf heel erg van modern. Met een beetje industrieel erin. Een beetje romantisch erin. Echt een beetje mijn eigen stijl. En ik vind ook bijvoorbeeld van jungle avonturen, een beetje die stijl, vind ik ook heel makkelijk om te bouwen. Maar landelijk vind ik altijd wat lastiger. Dit zou ook nog kunnen. Ook een optie. Dit zou van alles kunnen zijn natuurlijk. Dit kan ook bijvoorbeeld een tafelkleed zijn. En hier geen idee wat daarin zou kunnen zitten. Nee, dit vind ik niet totaal niet passen. Wat hebben we hier? Tractatieschappen. Oh, van aan het werk. Oh, met thee en zo. Maar ik zie ook een leuk printje aan de bovenkant. Nee, het is echt meer een schap, hè. Kijk, als... zou je hem... Ik zou hem zo leuker vinden, maar dan komt hij waarschijnlijk aan de andere kant er doorheen. Ja, zie je? Nee, dat wil ik niet. Dat is zonde. Ja, plankjes en zo. Dat is ook een goeie. Ik zit eerst even te kijken bij dit soort grote kasten, want daar kijk ik niet altijd. En daar kunnen denk ik best wel wat leuke dingen bij zitten. Dit is denk ik te retro om in dit huis te stoppen. Dat moet hem ook niet. Nee, die wil ik ook niet. In ieder geval niet hier. Dan hebben we nog zo één. Maar dit is heel laag. En ik wil juist iets wat ook een beetje de muur bedekt. Het is niet voor in de keuken. Kijk, dit soort dingen kunnen sowieso. Plankjes. Welke kleuren komen die? Ja, bruin. En van deze weet ik dat ze ook leeg komen. Kijk hier. Alleen het licht gaat nu een beetje raar doen. Als ik jullie iets... Nee, hoger kan niet. Nee, het wordt te veel. We doen één van die weg. We doen die ernaast en we doen deze iets lager. Zo, doen we het wel zo. Dan heb ik trouwens licht opgehangen. Oh, Jill heeft licht opgehangen, oké. Okay. Ik dacht al. Ik denk, normaal is het altijd zo donker als je geen lamp ophangt. Wat hebben we nog meer? Oh, dit past ook wel. Dat vind ik ook een goeie. Als ik die even weghaal. Hallo, mee jij. En deze hier, stop. Die kleurtjes zijn allemaal net niet met elkaar overeen, hè?
Dit is weer net een ander soort lichthout dan dit. En dan dit. Dit is zo frustrerend. Dan moet je voor wit gaan, maar dat springt er weer heel erg tussenuit. Dus nee, ik vind deze niet zo mooi. Ik vind dit nog redelijk met elkaar overeenkomen. Dus we gaan wel gewoon voor die. Hoi Bianca! Hoe het gaat met de buren van Jill? Nou, dus die hebben inmiddels een keuken. We zijn bezig met de keuken nu. Ik ben vooral een beetje aan het kijken wat ik met dit stukje wil. Dus ik heb al twee kasten hier klaarstaan. Ik ga er ook zo eentje doen. Maar dit vind ik ook wel iets wat in de woonkamer zou kunnen. Ja, dit doen we later wel in de woonkamer. Dan hebben we nog zo'n kast. Maar als ik een beetje erin kijk... Dit vind ik weer een badkamerkast. Hier ook weer bordjes. Ook lichte kastkleuren. Die zou ook goed passen. Vind ik deze leuker dan die. Want hier zie je niks van bordjes. Je kan hier wel dingen inzetten. Maar hier zie je niks van bordjes. Deze twee vallen sowieso al af. En die wil ik dan toch een beetje zo inzetten. Want ik kan hier nog een prullenbak tussen. En... Nee, heel weinig geval. Dat ook weer niet. Jemig. Oh, die is voor een huis met hogere muren. Die kan ik niet eens gebruiken. Nee, oké. Okay. Nou, dan hebben we al een groot deel van de keuken klaar. Zeg maar... Ja, alle grote spullen hebben we nu. We moeten kijken nu nog naar een prullenbak. We moeten kijken naar kleine details, decoraties en zo. Om echt de keuken helemaal af te krijgen. Gaan we naar... Opbergen... Nee, apparaten. Ja. Jeetje, ik moet vaker bouwen. Ik deed vooral... Ik heb vandaag toevallig op mijn YouTube-kanaal stream 50 geüpload. Dat is dus de eerste stream op deze computer. En dat is dat ik dus begon met de 100 baby challenge. En sinds ik dus deze computer heb, ben ik wel veel minder gaan bouwen. Ik heb nou nog laatst met de drone challenge van Ace net meegedaan. Ik heb natuurlijk met mijn verjaardagstream die bouwchallenge met Jill gedaan. Maar dit is echt weer gewoon zelf bouwen. En ik merk echt dat ik zoekende ben weer. Met waar stond alles ook alweer? Dit vind ik eigenlijk meer een ding voor buiten. Ga ik gewoon voor die cliché ton. Ik ga altijd voor die ton. Kan me niks schelen. Ik vind die gewoon het mooist. Ja, we houden die kleur. Oké. Het wordt al wat. Nou weet ik dat die kitpakketten ook met in vloer kwamen. Maar dat is wel een metsel. Nee, een... Is dat een metselvloer? Baksteen toch? Steen. En ik weet niet of ik die voor binnen wil hebben. Maar wel hier. Ik wil toch iets met tegels of laminaat voor binnen. Ik heb zelf laminaat, dus dat kan ik ook een keertje doen. Omdat ik eigenlijk in de keuken altijd tegels doe. Maar zelf heb ik laminaat. Deze vind ik een optie. Wacht, wie is dat nou onder jou? Het valt me nu pas op. Jura! Hallo! Ik heb vandaag mijn moeder door hond als oppas. Dus ik dacht, we gaan een doggycam. Jullie kunnen Jura lekker zien liggen, want ze ligt echt precies achter me. En hoi Woutje, welkom! Als je wat snurk en pruttelgeluiden hoort, dan is dat dus haar. Dat is zij dat. Nee, die vind ik te donker. Ik ben eigenlijk wel blij met die van honden en katten. Ik vind dat wel een goede optie. Dit zou ook wel kunnen. Maar hier zit een beetje een blauwachtig gloedje in. En dat vind ik wel heel mooi passen bij dat paars. Wordt een leuke keuken. Leuk, leuk, leuk. Oké, we hebben daar de wasbak. Wat ga je dan hier doen? We moeten daar ook iets hebben. Kunnen we wel wat spullen neerzetten trouwens? Want ik doe nooit een magnetron, nooit koffiezetapparaten, dat soort dingen. We hebben nu een vet grote keuken, dus alle ruimte voor. Als ze dan hier een limonade kan doen. Want ja, dit is dan een gezin met kinderen.
Kinderen komen... Oeh, kijk, nou is andere paars, hè? Doe oranje. Kinderen komen uit school. Dan kan je zo... ja, drinken inschenken. Ja, ik heb ruimte zat. Doe die eierkoker. Deze? Welke kleurtjes komen die? Ik ga dan ook wel voor het oranje. Ik denk dat het oranje het mooiste staat. En... misschien daar in de hoek dan een magnetron. Gaan we gewoon voor een traditionele? Of hebben we nog iets met een leuk kleurtje? Deze komt wel in paars. Maar dat is wel weer een ander soort paars. En een plank moet dan iets omhoog. Dus dit vind ik... ik weet niet. Ik vind deze zo heel ouderwets of zo eruit zien. Dit vind ik dan heel erg traditioneel. Hoi Epica, vriendin van Epica. nee, we gaan gewoon voor die traditionele maar dan. Wit. Vaatwasser. Ik weet niet, hebben we dat? Ho, ho, verkeerde knop. Zo. Dit is te hoog. Zoiets. Ja, nu is er ruimte onder de plank. Zo. Vaatwasser. Afwasmachine, bordenpoetser. Welke hendel past er leuk bij? Oh jeetje, het is wel meteen een heel geval, hè? Deze komt wel in een kleur die heel goed bij het aardige blad past. Komt uiteraard niet in paars. Al die ouderschapsdingen komen in al die kleuren die dat aardige blok ook heeft, behalve paars. Deze hendel vind ik er niet bij passen. Ik denk dat ik deze het beste vind passen dan. Zou je dan... Hier kan ook. Of hier. Of hier. Wat is logisch? Doe maar hier, want dan is het... Ik weet niet, ik vind het hier heel gek. Het steekt zo uit vergeleken met de andere stukjes aardigblokken. En als je hem hier doet, dan staat hij nog naast de gasfornuis. Dus dan is er een soort van eenheid. En hij zit ook mooi in het midden van de ruimte. Dus je kan er vanaf de koelkast bij als je daar nog bordjes had met iets om te bewaren wat je weg kan gooien. Je kan er van een magnetron dichtbij, je kan hier dichtbij, je kan er hier dichtbij. Ja, het blad lijkt heel mooi door te lopen zo. Tof. Oké. Gaan we dan hier nog iets neerzetten? Een ouderwets koffiemachine. Of zo eentje. Die horen volgens mij wel bij elkaar. Limonade voor de kinderen, koffie voor de ouders, lekker makkelijk magnetron, popcorn. Ze kunnen hier gewoon lekker popcorn eten. Dan hebben we het op dit vlak denk ik wel dat we hier alle interessante dingetjes eruit hebben gehaald. Nou moet ik ook nog het brandalarm. Ik kan die alleen niet vinden. Brandalarm. Ik denk toch wel dat hier. Ik zie wel namelijk de thermostaat. Ben ik nou echt zo scheel? Brandalarm. Brandalarm. Nou. Brand. Brandalarm. In alarmen. Oh, ik zat... stond wel onder elektronica. Oké, brandalarm is gefixt. Terug naar de keuken. Wat? Kijk, we hadden een prullenbak, ja. Ik zag namelijk een Roomba. Dat vind ik nou echt... Nee, wacht, we moeten ook nog... Die katten moeten ook nog ergens
kunnen eten. Nee, geen Roomba hier. Misschien hier in de gangkast. Dat kan ook nog. Maar we doen hier wel zo'n bakje voor de kat. Zo. Of die kan... Ja, maar dat is... Ja. Kan ook hier. Of we doen de kat daar. En we doen de Roomba daar. Als ik die nou weer terug kan vinden. Waar is die? Daar. Zo. Komt die nog in een leuke kleur? Nee, we doen gewoon witte. En ik vind het een typisch ding om in huis te hebben. Een kruimeldief. En dan ook in de keuken. Die kan ik dan alleen weer jammer niet op een plankje zetten. Moet die serieus gewoon op de grond? Nou, dan doe ik wel gewoon omhoog zo. Ik vind het namelijk echt iets om op een plank te hebben. Zo. Net niet. Net niet. Ietsjes omhoger. Moet hij ook ietsjes omhoog. Hoi Britt, welkom. Hoe doe jij draaien van de items? Met die en die. De haakjes, zeg maar. Bij de punt en komma voor de mensen met een QWERTY-toetsenbord. Of met punt en komma. Ik zie het altijd als haakjes. Dit komt zeker op YouTube. Al mijn streams komen op YouTube. Vandaag is stream 50 online gekomen. Dit is stream... Even kijken hoor. Welke stream zijn we nu? Dit is stream 91, dus ik loop een beetje achter. Ja. Maar ik ben bezig met een inhaalslag. Dus ja, alle streams komen op YouTube, deze ook. Maar vandaag was 50, dus tegen de tijd dat deze op YouTube komt, is het waarschijnlijk al zomervakantie. Of misschien is zelfs de zomervakantie al voorbij, dat zou echt erg zijn. Het is voor de mensen die op YouTube kijken, hoi. Het is vandaag 12 april 2021. Een beetje maar. Ik loop vandaag precies 6 maanden achter. Bianca zegt, haha, beetje maar hoor. Maar het is super leuk om nu op YouTube te kijken en dan te denken, oh ja, dat was toen. Ja, dat is wel zo. Echt een beetje nostalgie streams worden het dan. Britt is ook Sims aan het spelen. Nou, laten we maar bij decoraties gaan kijken. Dus eerst... Muurdecoraties. Wat vinden we hier wat leuk is voor in deze keuken? Nou, dit vind ik iets te groot. Nee, ik vind deze iets te... Ja, die is dan van Star Wars, maar het geeft me ook een beetje magisch rijk vibes. Over 6 maanden is het al herfstvakantie. Dat is waar ook, ja. Dan mag ik hopen dat het zomervakantie is als deze online komt op YouTube. Stoffer en blik. Hoppatee. Die doen we hier. Maar dan wel van een andere kleur. Kijk, geel. En dan is het... Kiraatje heeft zin in een verkleedpartijtje. Nou, dan gaan we draaien aan het rad. Wat krijg ik erbij? Sharon, ben je er nog? Ik zei het nog. Ik zat eerder vandaag met Sharon en Cole. En met Lianne en Cole. Yes, je komt op het goede moment binnen. Ik heb namelijk 2 nieuwe moderators op Discord. Sharon en Lianne. En Sharon had ik eerder al ingewerkt. Maar Lianne heb ik vanmorgen ingewerkt. En ik zei nog, toen ik mijn make-up aan het doen was. Ik wil niet een molenbril op mijn bakkers. En wat krijg ik? De molenbril op mijn bakkers. En iedereen komt ook lekker binnen nu. Heb ik een billen? Binnen nu. Hoi Corine. Hoi Jessie. Dankjewel hè Kira. Nou, ik moet wel zeggen, het past wel heel erg bij het thema wat ik van dit huis aan het maken ben. Want het huis wat ik nu aan het inrichten ben is wel erg landelijk. Dus dat ik nu de molenbril opkrijg, past wel goed. Ja, ik had het niet moeten zeggen. Jessie is aan het werk, maar is het aan het uitstellen op Instagram. En toen zag ik een pupper. Nou, het is geen pupper hoor. Het is 10. Het is Jura. Kijk.
Een Friese stabij van 10 jaar oud. Mijn moeder die moet op maandag altijd werken op een plek waar ze de hond niet mag meenemen. En normaal gesproken is mijn zusje dan thuis. Maar mijn zusje is 2 dagjes in Brabant. Toen kreeg ik een appje van de week of ik kon oppassen. Dus ik ben vandaag hondoppas. Ik ben net nog met hem mee geweest naar het park. Ik had tennisbal mee. Want ze heeft, zoals je kan zien, 3 ballen in die mand liggen. En op de heenweg gewoon die bal in mijn jas zakken. En dan in het park lekker gooien en zo. En op de terugweg liep ik echt zeg maar zo. Want zij gaat dan die bal uitkluiven en afkluiven. En ik vond wat. Echt, gadver. Oké, ik zie een stuk minder prettig nu. Ja, ik dacht ik ga even lekker laten rennen. Want het is wel Friese stabij, hè? Die hebben daar behoefte aan om veel te kunnen lopen en zo. En ze is gisteravond al gebracht door mijn moeder. Dus ja, dan was ze gisteravond heeft ze al in de mand gelegen. Terwijl ik een beetje, toen ik op Twitch zat te kijken, dan heb ze natuurlijk vannacht geslapen. Dankjewel voor het volgen, Femke. Welkom. Hoi, Miss Divi. Ondertussen probeer ik te zoeken. Oeh, dit is wel heel erg... Perfect voor een landelijk huis. Die kan mooi hier. Zo. Paars en geel. Nou, precies de kleuren van de keuken. Maar ja, ze was dus... vanmorgen lag ze ook te pitten. En op een gegeven moment, ik zat met Sharon en Lianne en Cal. Ik was echt aan het wachten tot ze wakker zou worden. Want ze moest nog uit. En nu ligt ze weer te pit. Ik dacht met het park, ik laat haar even rennen. Want ze heeft zoveel gelegen. En ik ben de bouwchallenge van Jill aan het doen. Uitroepteken Jill in de chat. Ondertussen even kijken of ik nog meer dingen van de keuken zie. Ja, bestek kies ik al zo vaak. Vind ik weer cliché om nu weer te doen. Leuk, maar niet nu. Nee. Doet hij het niet? Oh, nee. Ik heb hem veranderd. Het was niet uitroepteken Jill. Sorry. Uitroepteken buren. Dat is hem. Noep. Uitroepteken buren. Ik had hem eerst uitroepteken Jill. Toen dacht ik, nee, uitroepteken buren is handiger. Want het is meteen ook een beetje vanwege de buren challenge. Is ook wel zo groot. Wat hebben we nog meer... Hihi. Kattending. Maar nee, die gaan we nu niet doen hier. Een of ander embleem. Kijk, kruiden. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. Yesie! Ga zo door. Ik lurk even, want ik ben dus eigenlijk nog aan het werk. Nou, ik neem aan dat jij een blauw vlaggetje wil. Jij bent vaak van het blauw. Maar dankjewel voor je subje. Dat neem ik goed aan. Ik begin het zo langzamerhand een beetje door te krijgen. Wie welke kleur wil. Ik zie allemaal hartjes en vlaggetjes in de chat. Echt leuk. Oké, hier is die dan. Het vlaggetje van Jessie. Met een 3. Dankjewel voor je subje. De blauwe daar. Hé, Jura? Jura? Annette gaat er vandoor. Slaap lekker, Annette. Lekker rustig aan doen. Ja. Zo. Oké. Okay. De keuken. Jullie vinden het dan zo leuk hè, als ik die bril op heb. Prikbord, nee. Nippen, maar schap. Nee, vind ik ook niet echt passen in deze stijl. Oeh, Femke, dat is zo niet leuk. Ik heb ook een beugel gehad. Echt, je voelt dat meteen hè, als ze het strakker gaan zetten. Sterkte. Die... Denk ik. Ik weet niet. We hebben ook zo'n staande ding. Wacht, ik hang hem even op zo. We hebben ook nog die. Kan ik zo even kijken welke ik uiteindelijk dan echt wil gaan gebruiken. Ik hoor wat achter me. En in plaats van dat ik omdraai, kijk ik gewoon naar mijn cam. Om te kijken wat die hond aan het doen is. Briljant. Briljante oplossing. Dit is ook een goeie. Waar is de knop daar?
kijk, net is wel weer een donkere hout. Waarom mag ik dat niet afzonderlijk van elkaar kiezen? Deze hout is wat lichter. Dit is nog lichter met roze. Ik heb het wel allemaal een beetje krapjes zo, hè? Het kan nergens... Want ik zou het op zich... nog wel hier kunnen doen. Of zo kunnen doen. Maar dat vind ik een beetje gek met die. Nee, we doen deze wel gewoon weg. Oh, we hebben ook nog zo'n geval. Die met de spatelding is wel erg leuk. Ja, ik weet ook nog dat je ook nog zo'n bakje hebt waar ze in staan. Dus ik moet even kijken wat voor opties we voor de muur hebben. Wat voor opties we voor op het aanrecht zelf hebben. En dan kijken wat een leuke combi is. Ik heb denk ik de meeste dingetjes nu wel gezien. Oh, ook deze moet ik eigenlijk hebben. Wel eentje kleiner. Anders is hij zo groot. Eigenlijk moeten we deze hebben. Of kan ik het zelfs? Net niet. Hij komt hier tegenaan en hier tegenaan. Vinden we dat erg of niet? Oh, wacht. Als ik hem een beetje zo doe. Dan komt hij daar nog steeds zo heen, hè? Zo. Dit is leuk. Die pannen gewoon daar. Super schoon worden ze er niet van. Maar het is wel leuk. Ook nog wat kruidenrekje. Ook een optie. Planten we ook even daar neer. Ja, we hebben ook nog zo. Maar die vind ik dan iets te industrieel. Nou, ik denk dat we de leuke dingetjes wel tussenuit gevist hebben. Oké, dan gaan we van muurdecoratie naar rommel. Hier hebben we ook altijd dingen staan waarvan je denkt, hey, dat is leuk. Voor in de keuken. Kijk, want we hebben ook deze kruidenrek, maar die vind ik eigenlijk te modern. Dus dan zou ik die wat leuker vinden om te gebruiken. Potten met wat Ik zat helemaal in de focus. Dankjewel Isa voor de hartverzakking. Gaan we draaien. Spookjesbril. Oei. Het wordt bril op bril. Want deze molen is hoe heet dat? Een spookmolen. Prachtig, zegt Bianca. Het spookt hier in de molen. Ik zou vooral niet 's nachts... Als het wind stil is, zelfs dan waaien de wieken. Oké. Verder. Door. Oh, dat vind ik wel leuk om daar neer te zetten. Zo. Ah, fixen we zo wel. Eerst even kijken voor allerlei leuke spulletjes. En dan ga ik daarna wel alles goed plaatsen en zo. Losse pannen. Maar ja, we hebben ook wel die pannen. Kijk, die hebben we onder andere. Maar we hadden er, dacht ik, nog één. Die hebben we. Dit vind ik ook echt iets voor hier, hè. Die gebruik ik ook heel vaak. Kijk, nu zit het aardig helemaal vol te gooien met van alles. Koektrommel. Oh nee, moet ik eigenlijk, als ik dan een trommel neem, dan moet ik die van de kit pakken. Ik weet dat je van de kids heb je ook van die spullen. Kijk, borden. Gaan die automatisch op de plak? Ja! Oh, dat is top. Nog meer. In een andere kleur. Zo. En nog meer. Ook in een andere kleur. Zo. Hoppatee. Extra borden. Femke moet gaan. Doei Femke. Sterkte. Jammer, ik kon er niet echt iets spookachtigs van maken. Maar je snapt het idee. Oh, jij hebt wat gedaan. Gooi hem nog eens in de chat. Oh, ik kan hem zien hier. De molenbril hebben ze nog een gewone bril bovenop gezet. Echt grappig. Kijk, daar komt hij nog een keer. Heerlijk. Oké. Wat is dit? Kisten, tijdschriften. Ik voel het wel drukker hier. Kijk, die zocht ik.
Zie je, deze zijn te modern. Maar deze... Die vind ik heel erg passen in dit huis. En dan ga ik denk voor die, want daar zit paars op. Wat is dit? Een eeuwenoude vaas. Oké. Okay. Die zijn we altijd kwijt, dus nu we hem toch gevonden hebben. Alsjeblieft. Nog meer pannen. Oh, die moeten per se op de grond. Nee, het zal niet. Het is niet comfortabel, denk ik. En wat hebben we nog meer? Oh. Oh, dat vind ik dat leuker dan die. Kijk, jij gaat er al vandoor. Tranen en theetuiten. Kan leuk zijn. Zetten we ook even neer. Nee, picknickmand. Zou ik eerder in een schuur of in een kast zetten? Kijk, messen set. Hoppatee. En dan hebben we ook nog diverse. Ja, ik denk dat die te groot daarvoor zijn. Ik kan ze wel verkleinen. Maar op zich, niet alles hoeft meteen vol. Ik heb ook nog ergens die doos met tissues. Die kunnen we sowieso nog op een plank zetten. Stond hij niet hier? Ja, hier. Zo. Doos met tissues. Altijd zo'n cliché ding. Handdoeken. Oh, wat stom. Daar heb ik totaal niet over nagedacht. Hier. Handdoek. Dat is wel heel groot, hè. Dat is echt opgehuld. Die andere, van wellness. Die bolletjes. Keukenpapier. Wacht, moet ik even... We gaan gewoon even per rij af. Anders ben ik het overzicht kwijt. Zo'n broodding, maar de kitpack heeft er ook één. Fruitschaal, maar dit is de modernere fruitschaal. Er is er nog één en die andere vind ik dan beter... passen. Ik zie niks meer. Er zit een haar in mijn gezicht. Zo. Even opnieuw op. Ja, echt jammer dat er niet heel veel van die kleine handdoekjes zijn die echt perfect zijn voor daarbij de muur. Dus allemaal zo groot en zo lomp. Kijk, afwas. Want eerst... Nee, ze hebben een vaatwasser. Weg met de afwas. Ja, hier zie je deze fruitschaal iets landelijker. Ik verklein heel van die badjas omdat ik het... Oh, de badjas verkleinen? Om er een handdoek van te maken. Dat is wel geinig. Ja, leuk. Leuk. Wat is dit? Een schroothoekje. Oké. Zie ik verder nog iets? Leuk joh, die bril. Brillen. En dan heb ik meerdere beloningen aanstaan. En dan denken mensen, nee. Gewoon weer verkleedpartijtje. Ook nog die. Ik vind die dan beter. We gaan gewoon weer voor verkleedpartijtje. Nee. Volgens mij is dat kabouterpret. Ja. Oh, die hebben we echt al vet lang niet meer gehad. Ja, Miss Divi wilde puntjes bewaren voor vadertje. En Bianca zegt, ik heb er een beetje veel. Ja, Bianca kan volgens mij echt vier keer, drie of vier keer vadertje kopen. Hey, ik ben er nu pas. Hoe lang ben je al live? En waar bouw je aan? Hoi Blondie.
Hoe lang ik live ben, kan je altijd zien door uitroepteken uptime in de chat te typen. Dan geeft Streamlabs antwoord. En ik ben de bouwchallenge van Jill aan het doen. Dat zie je in de streamtitel. En Bianca zegt onderste plank en dan de middelste. Dus die met die grote, grote snorachtige baard. Hoe? Ga ik hem zoeken? Die bril glijdt de hele tijd. Spookjesbril, niet zo eigenwijs doen. Oeh, ik heb hem. Hij heet de Vrolijke Kwant Tuinkabouter. Nou, hij staat op zijn nominatieplekje. Zolang niemand kabouterpret koopt, wordt jouw kabouter uiteindelijk de kabouter van het huis. Gaan we daar aan het einde een mooi plekje voor zoeken. Maar dankjewel voor het kopen van de beloning. En Blondie Sims ook dankjewel voor het kopen van praatjesmakers. Even kijken, moet ik weer terug naar diverse. En ik was ergens bij een fruitschaal. Zo. Hier ergens was ik. Ja, hoe lager je komt, hoe meer van dat grotere spullen zijn. Ik heb natuurlijk niet al die grote dingen nodig. Ik zit alleen nog maar even te kijken voor leuke kleine dingetjes om nog de keuken mee aan te kleden. Dat is allemaal die dingen van voor het beroemd. Oké, handdoekjes. We hebben deze. Oh, dit zou op zich nog wel kunnen. Oh, kijk, met groen zelfs. Nog andere kleurtjes trouwens. Nee, rood, bruin. En dan vind ik die groen op zich wel passen, want dit gordijntje is ook groen. Maar dan wil ik hem wel, toch, eigenwijs, aan die kant. Oké, we gaan even de boel een beetje aankleden. We hebben een fruitschaal. Ik denk dat het wel mooi is om hier neer te zetten. Die wil ik twee keer. Die wil ik daarbij hebben. Dan wil ik die allemaal houden. Dan gaan de messen... Nee, deze gaan weg. Dit zijn andere messen dan wat hierin zit. Ik loop 6 maanden achter, Femke. Vandaag is stream 50 online gekomen op mijn YouTube-kanaal. En dit is stream 91. Betekent wel... Het is nu 30 april, dus waarschijnlijk zal mijn 100ste stream dan ergens in mei zijn. Komt gewoon de 100ste stream komt eraan. Lianne, ja hoor, zit ze met de molenbril. Lianne, weet je nog wat ik zei in call vanmiddag? Weet je het nog? En van de twee was de molenbril ook de eerste die eruit kwam, hè? Echt erg. Ik word ook nooit gespaard. Te grappig. Die en dan die er zo naast. Nou, ik kom een beetje door het raam heen nog. Iets naar voren. Ja. Kleurtje. Lekker mixie. Die mag daar in de hoek. Die mag in het geel. En eentje kleiner. En ernaast. Zo. Nou... Lijkt net of hier echt iemand woont. Oeh, draai. Zo. Oh, die kan ook wel daar. Maar dan moet die nog even aan de kant. Want die wil ik wel dan in het hoekje hebben. En dan is het misschien wel toffer om... Hallo. Om die zo te zetten. En die er dan een beetje zo... Zo. Hoppatee. Oh, het is toch alleen maar leuk, Bianca. Dat ook als je alleen maar even kort kan. Dat je ook even gezellig komt gluren. Maar tot de volgende keer. De beloning Tante Modeloot is gewoon een prullenbakbeloning. Want ik heb Tante Modeloot bedacht. Omdat wij als simmers zitten maar gewoon Modeloot enter, Modeloot enter. En maar geld, hè. En maar geld innen van de sims. En maar geld innen. En toen dacht ik, die arme Tante Modeloot. Die maken we nog eens arm. Dus als je je puntjes weg wil doen, dan kan je haar een beetje terugbetalen. Oké, dan hebben we hier nog wat dingen die ingedeeld moeten worden. Oh, keukenpapier moet ook ergens in die hoek, vind ik. Die kan wel daar achter. Zo. En die zetten we dan. Zo. Ik vind het wel een leuk ding, maar het is wel een beetje groot. Even eentje kleiner. Zo.
Draaien. Ja. Joe, kom. Ja. Oké. Okay. Dit is de hoek, dus die moet eerst. Niet deze moet eerst. Deze. Zo. Nou, ik vind het leuk. Lekker rijk worden zonder te werken. Lang leven modderlood. Bestond dat maar in het echt, hè, modderlood. Wat een leven zouden we dan hebben. Maar jongens, de keuken. Wat vinden we ervan? Zo'n beetje zo. Ik vind hem echt tof geworden. Ik wil hem ook wel hebben. En ik ben niet zo van landelijk. Maar ik vind het echt een hele toffe keuken. Shape. Hebben we nog geen shape? Waar staat dat? Shape. Handshape. Hoe heb ik dat gemist? Daar. Nou, is hij klaar. Ja, als ze echt, hè, Isa, als Tante Modeloot dit echt bestond, zouden we allemaal zo blij zijn. Die mag weg. Er moet wel een andere lamp hier komen. En ik vind het eigenlijk ook een kaal plekje. Misschien kunnen we daar nog wat voor bedenken. Bij de schilderijtjes of zo. Maar eerst even verlichting. Plafondverlichting. Ja, een landelijke lamp. Daar past dit sowieso bij. Komt in groen, komt in geel. Ik vind het wel een goede lamp. En dan wil ik hier nog iets. Ja, spinnenweb. Nee. Zou wel heel erg passen als je dus echt zo'n boerderij zou maken. Zo'n cliché ouderwetse boerderij. Dat hoe schoon je het ook houdt. Daar vind je wel vaak spinnenwebben. Dus dat is niet te gek. Hebben we iets wat leuk is? Wat is dit? Niet bellen. Oké. Okay. Nee, ik denk... Nee, ik weet niet. Wat hebben we nog meer? Eten. Nog meer eten. Zoiets. Of andersom. Die laag. Die hoog. En misschien daar. Dat kan ook wel een klein spiegeltje. Gewoon een simpel, smal, klein, klein. Klein. Dit is klein, maar dit... Nee. Nou ja, ik weet niet. Welke kleur kom jij? Nee. Iets anders. Nee. Oh, die komt half uit de... Oh, dat vind ik eigenlijk ook wel geinig. Het lijkt net of het hoort. Ik weet niet. Ik vind het net alsof het zo hoort. Wist die, wie krijgt al helemaal honger van al dat eten? Oké, ik ben blij... Oh, elke keer dat ik denk, oh, klaar. Ik denk, oh nee, de ramen. Wat gaan we voor de ramen hangen? Die of... Hebben we nog iets anders? Ja. Dit is dan het ding. Ik vind wel dat de laatste tijd er steeds meer mooie gordijnen bij komen, dat wel. Maar gordijnen kunnen echt de sfeer maken of breken. En landelijk is niet mijn stijl in het algemeen, maar dan met gordijnen al helemaal niet. Weet je, dan heb je dit soort dingen. Dit zou dan wel kunnen. Ik denk dat het wel beter is om zoiets te doen.
maar dan wil ik hem eigenlijk iets, niet helemaal hoog, maar ietsjes. Zo. Oh kijk, groen met geel. Heb ik vind de gordijnen lastig, laat ze vaak weg. Ja, maakt Sims toch niet uit. Als het maar een kamer is, hè, dan hebben ze privacy. Al geef je ze een kamer vol met ramen. En iedereen kan naar binnen kijken. Dan hebben ze nog het gevoel alsof ze privacy hebben. Het is een beetje Big Brother. Oh nee, die vind ik wel heel ouderwets. Nee, ik denk dat ik het bij die laat. Keuken is klaar. Hoppatee. Even opslaan. Zo. Ik moet trouwens laminaat even doortrekken. Daarin. Daarin. Misschien in de wc. Misschien doe ik het later nog iets anders. Maar voor nu is dat wel goed zo. Dan hebben we hier een hok. En Ronnie Pony. Dankjewel voor het volgen. Welkom. Welkom bij de stream. Misschien kan ik hier die ene kast die ik eerder had staan gebruiken. Welke was dat nou? Ja, wat onder andere deze. Dit vind ik ook echt wel zo'n voorraadkast. Kast. En we hadden die ander. Die ik nou natuurlijk niet meer zie. Nee, niet die. Die. Kijk, als ik een beetje hier eigenlijk naar kijk, met deze potjes en zo, dit vind ik meer iets voor tuinieren. Dus dan zou ik eerder die erin zetten. Zo. Dit lijkt wel te kloppen. Een voorraadkast. Hoi Joyce, welkom. Als je samen in de badkamer bent en je doucht met een gordijn ervoor en de ander zit op het toilet... Met een klein muurtje ervoor kan het niet. Ja. Maar allemaal ramen ertussen, dan vinden ze het prima. De Sims sporen niet, joh. Oh, wacht. Ik ben wat vergeten. Even op alles weergeven. Kids. Ik wilde nog een van die dingen gebruiken. Een kerstje. Ja. Leuk. We hebben toch nog iets van de kidspakketten erbij. Oh, hier kunnen we trouwens ook nog wat kwijt. Koekjes! Ha. En wat is dit? Dit is een ovenschaal. Nee, dat vind ik meer iets voor... Kunnen die planken nog zien? Oh, die is wel heel groot, hè? Oh, misschien op de koelkast. Zo. En dan pakken we zo'n bak nog hier. Hoppatee. Oké, dan gaan we hierheen. Want ik wilde een stofzuiger hier in de hoek. Want ze hebben natuurlijk wel die Roomba. Maar een Roomba kan niet de trap op. En nou natuurlijk is dit wel een beneden stofzuiger. Maar ik heb ook maar één stofzuiger in mijn huis. En als ik dan boven moet stofzuigen, neem ik hem mee naar boven. Dus ik vind dit wel zo'n mooie opslagplek om hem te bewaren. Zo, groen met bloemetjes. Groen! Groen! Nee, kids mag weg. Ja, wat gaan we hier nou weer inzetten, joh? Iets wat opslag moet zijn. Wat is dit? Biochemisch medicijn. Nou, laten we dat maar even niet doen. Zo landelijk moeten we het ook weer niet hebben. Ja, het is ook niet dat je, ja, ik zou dit op zich wel voor het einde kunnen bewaren. Oeh, die lamp hier, die wil ik even jatten voor hier. Dat vind ik een hele goeie. Oh, ik wilde niet naar boven. Ik wilde het licht zien. Ja, die. Zo, en die eentje.
Hoe? Jongens, echt. Soepeltjes dit. Ik wil jou en ik wil jou daar, maar ik wil jou eentje kleiner. Zodat je niet voor de kast in de weg zit. Zo. De vriendin van Epica is koken. Succes! Ja, ik denk dat ik de rest van die kast ga afwachten tot het einde. Ik wil dan in het einde nog even debug aanzetten en dan kijken wat we nog in debug kunnen vinden. En wie weet, want daar weet ik wel dat met ecologisch leven heb je natuurlijk al die sapjes die je kan maken. Die zou je erin kunnen zetten en zo. En wie weet heb je ook wel met uit eten iets of met jaargetijden of ouderschap ook nog wel dingen waarvan ik denk, oh, dat kan wel in een voorraadkast neer worden gezet. Dus die kamer laten we nu even voor wat het is. Dan hebben we dus het woonkamergedeelte. Dit is wel heel tof met dat open stuk. Hoe ga ik het indelen zoals ik het heb? Dat zou ik ook wel geinig vinden. Ik heb zeg maar hier de bank. Dan heb ik hier de tv. Ik zelf zit dan hier. Dus het is wel geinig dat hier ook mensen kunnen zitten. En dan heb ik hier mijn eettafel. Aan de andere kant, ik wil ze ook wel een eettafel geven. Hoe heeft Jill het? Oh, Jill heeft... Hier, de eettafel. Ja, ik heb natuurlijk een muurtje erin gezet. Ja, ik denk dat ik hier de zithoek wil maken. En dat dit is natuurlijk smaller, dat ik hier misschien een ronde eettafel neerzet. Vind ik ook wel een goeie. Oké. We hebben een plan. Griffith zegt, het wordt leuk. Dankjewel. Wordt dit zoiets als een appartement? Nou, je hebt wel inderdaad dat... Je kan natuurlijk in gameplay, ik zit nu natuurlijk in de bouwmodus, dus ik kan het niet laten zien. Maar in gameplay kan je een deur inschakelen die bijvoorbeeld kan zeggen alleen voor mijn eigen huis houden. Dus dat je niet vreemde mensen naar binnen kunnen. Maar dat is dan wel weer lastig als je visite hebt. En je kan een huisgenoot regelen sinds een patch update met studentenleven of zo. Dat je huisgenoot kan regelen. Dus dat je gewoon een huisgenoot regelt en dat je zegt, hier, daar woon jij. Dit is jouw huis en hier woon ik. Dus je kan het ongeveer nabootsen dat je buren hebt in gameplay. Maar het is dan wel een gedoe als je een visite over de vloer wil hebben. Want dan moet je dus met die deurvergrendelingen gaan puzzelen. Maar dit is in ieder geval een bouwchallenge. Dus Jill heeft dan twee huizen onder één kap gemaakt. En ik mag dus voor de rest niks aan de layout van het huis veranderen. Als in. Je moet eigenlijk zien als een huurhuis. Wat in een huurhuis mag, mag ik in dit huis ook doen. En Jill heeft deze dus helemaal ingericht. En ik ben haar buren, het huis van haar buren aan het inrichten. Dat is de challenge. Dus laten we nu kijken voor een bank. Dat zit bij comfort nog steeds. Ja, huisgenoot zit in studentenleven. Maar ik weet niet of ze dat gedeelte van huisgenoten regelen of dat echt van de pack zelf is. Of dat ze dat ook met een patch update hebben ingesteld. Dat kan ik me niet meer herinneren. Oké, landelijke banken. Dan hebben we deze. Foei, lelijk. Nee. Nee. Dit zou nog wel kunnen. Als ik het toch nog een beetje modern wil doen. Hier zit wel hout. Ik doe die gewoon weg. Daar ga ik echt niet mee bouwen, sorry. Dit is modern, modern. Dit is leuk als je een hoekje hebt, maar dat hebben we niet. Dit zou ook nog wel kunnen. Oh, die bril, jongens. Dit is landelijk. Dit kan. Die niet. Die is te modern. Deze vind ik ook heel tof, hè. Het is niet per se super landelijk. Maar aan de andere kant ook weer wel. Oh, het zit echt in het pack, de huisgenoot. Oké. Ja, in het begin, toen ik pas gamechanger werd, toen wist ik alles nog zo goed. Maar... er zijn steeds meer pakketten uitgekomen dat ik gewoon niet meer weet wat waarin zit. En of het in het pakket zat of in de patch update die er toen bij zat. Ik ben gewoon het overzicht kwijt. Nee, die vind ik niet zo geschikt. Deze zou ook nog kunnen. Ja, ik vind deze ook tof. Griffinkel gaat eten. Eet smakelijk. Komt deze ook een beetje in een goede kleur. Kijk, hier zit wel geel en groen. Dus dan hebben we dat gele. Hier is wel paars, maar dit is anders paars. Dus dat wordt hem sowieso niet. Hier is ook geel en groen. En hebben we een beetje een blauwe bank. Zo, die hond achter me ligt te snurken. Ja, dus dit is een optie. En dit is een optie. Ik vind dit wel... een goede in ieder geval.
geel met paars. Nee, dit is heel heftig geel. Zullen we gewoon... Ja, weet je, scheid aan die andere banken. We gaan gewoon voor die. Die van Paranormaal is gewoon te mooi om voor een andere te gaan. Alleen de vraag. Wat staat mooier? Nee, rechts. Overduidelijk rechts. Die niet. Oké. Ik ga het indelen zoals ik zelf woon. Wat heel grappig is, want ik heb ook echt oprecht hier een voorraadkast. Oprecht zit hier mijn deur naar de gang. En oprecht heb ik hier een keuken. Alleen wat ik heb, is dat dit, de eerste anderhalve meter is een muur. En de anderhalve meter hier is muur. Deze anderhalve meter hier is open. Mijn keuken is niet zo groot, maar ik zit dus hier. Ik zit zeg maar hier op dit moment. In mijn huis. En dan heb ik hier mijn bank. Die zie je net niet op de achtergrond nu. Hier mijn salontafel. Hier de televisie. En hier een eettafel. Met een glazen kast. En de voorraadkast. Ik vind het wel geinig. Dat Childerhuis lijkt op zich... Ja, Child dan groter. Maar het lijkt op zich wel op mijn huis. Oké. Ja, het enige wat ik niet kan doen is... Ik heb een bank met zo'n langer stuk. Je kan hier ook denk ik niet echt een hoekbank van maken. Nee, dan gaan dingen door elkaar klitsen. Nee, daar zetten we een poefje voor. Wat een grote ramen trouwens. Misschien moet ik hem nog een stukje naar voren zetten. Zoiets. Oké, televisie. Dat heb ik op een kastje staan. Die bril. Corine heeft ook die bank gebruikt voor haar inzending. Die is leuk. Oeh, hallo. Wat gaan we doen? Zo. Ja, het is niet super landelijk, maar het is wel een goede... Het is eigenlijk een kledingkast. Maar het zou op zich ook een tv-meubelkast kunnen zijn. En daar zoek ik nu een beetje naar. Eet smakelijk, Miss Didi. Deze is ook geschikt, behalve dat ik de lichte kleuren niet mooi vind. Nee. Dit vind ik ook... Oh, dit is wel heel erg landelijk, hè? Dit zou wel heel goed passen. Wacht, even weer daarbij. Die andere past denk ik beter. Ja, we gaan voor die. Oké. Okay. Doei. We nemen jou. Ja. Oké. Okay. Een stoel. Ik heb op dit moment gewoon hier... Is het een klein dumphoekje geworden. Maar in de toekomst wil ik daar een mooie stoel hebben. Misschien is het dan wel leuk om die stoel erbij te pakken die bij die bank hoort. En dat ik dan wel voor die donkere ga. Die met dat blauw. Niet klein wonen. Of nee. Dit is breien. Dit is klein wonen. Waar is hier? Zo. Dat is ook een beetje gek, hè? Dit vind ik ook wel tof. Dit past op zich ook wel, maar het is meer blauwig. Even kleuren. Ik vind die geel te geel. Ja, die hond ligt... Ik hoor die hond snurken achter me, joh. Is dit Epica of is het de vriendin van Epica? Ik denk dan dat ik die doe. Die zet ik dan hier zo in de hoek. Dan willen we een mooie televisie. Hallo. Was er een update dat jullie op plankjes en dingen konden? Zal ik dan maar een plankje neerzetten? Of een, waar kon het nou op? Het kon op bijzettafeltjes. Dit is natuurlijk geen bijzettafeltje. Dan gaan we gewoon doen alsof we een bijzettafeltje pakken. Kijk.
natuurlijk niet een kleur die weer matcht. Zit er dan op? Ja! Haha! Ingetrapt. Hoi Epica. Heerlijk dit. Oké, dit vind ik nu gek. Want ik heb hier dus een klein poefje. En ik heb hier dus een bureau. Dus nou zit ik, wat ga ik daarmee doen? Ik kan er wel een plant neerzetten. Hij staat niet in het midden. Mijn tv staat ook niet in het midden. Ja, ik kan die andere kast moeilijk goed krijgen. Zo, hallo. Ik laat geen scheten, mensen. Ik heb ook geen honger. Het is ook niet mijn maag. Als je wat hoort, het is die daar. Hier. Jura is aan het slapen en aan het snurken. Zo. Man. Wat een geluid kwam daaruit. Kan deze ook groter? Oh, ik vind hem groot heel tof. Zo. Ja, leuk. En dan zet ik hier nog iets kleins neer. Hoe heet dat ding? Dat vind ik dan lastig aan decoratie. Ik heb dan precies in mijn hoofd van wat ik wil. Maar je weet dan nooit onder welke categorie het valt. Ja, ik weet wel dat het niet onder muurdecoratie valt. Want het is iets voor op de grond. En soms heb je ook wel eens, dan scroll je te snel en dan scroll je er gewoon overheen. Ik ga even hier kijken nu. Zag ik hem? Nee. Die tijdschriften en zo. Oh, hij komt in het groen. Dat vind ik ook wel wat. Zo. Zo. Hoe maak je dingen groter? Met de haakjes naast de P. Je hebt deze. Oh nee, verkeerde. Deze en deze. Daar maak je dingen groter mee. Hoi Naomi, welkom. Een salontafel. Landelijk. Nee. Te oudbollig. Wel landelijk, maar ook too much. Dit zou kunnen. Die zou kunnen. Ik vind die dan meer. Ik moet ook een beetje bij de keuken opletten. Ik vind dit dan een goeie. Gewoon wit. Nee, op zich, die kleur is wel mooi. Oké. Salontafel. Hoi Michelle, welkom. Decoraties, mooi kleedje erbij. Dit is ook weer zo'n ding. Oh, kan beter. Dat is ook wel een tip. Wat ik dus wel eens doe met kleden. Je hebt namelijk, zoals dit is een maantje. En dan is het nog steeds een maantje. Alleen dan in een andere kleur. Maar je hebt bijvoorbeeld ook dingen. Volgens mij was het met de kikker. Nee, niet met de kikker. Het was met deze bijvoorbeeld. Dit is een hamster. Maar dit is opeens een lieveerspeestje. En dit is opeens een kikker. Dus sommige zwartjes zijn gewoon hetzelfde, alleen in een andere kleur. Maar sommige zwartjes zijn dus opeens iets compleet anders. En dat zie je niet altijd direct. Dus hoe ik altijd naar kleden zoek, is ik ga er naar kleuren en denk ik, nou, ik heb iets van groen, geel, paars, wit zou ook nog wel kunnen. En lichtbruin zou ik ook nog wel vinden passen. Grijs zou ik ook nog wel vinden passen. En dan pakt hij dus alle kleden die daaronder vallen. En dan kan je beter, ja, makkelijker zoeken met wat past in de woonkamer. Dit is echt mijn all-time favorite. Maar die moet ik nou niet gebruiken een keertje. Oeh, deze is wel lekker groot. Oh, I like this one. Er is een overzichtje met Discord, Femke. Maar commands zijn er niet om mee te spelen. Dus alleen gebruiken wanneer ze nodig zijn. Vandaar dat ik niks in mijn panelen heb gezet. Want ik heb in het verleden gemerkt dat mensen dan denken, oeh, speelgoed.
Ik scroll nog even verder, maar ik vind die eigenlijk heel tof. Nee. Dit zou ook nog een kunnen, maar ik... Nee. Dit is toch mooi? Het kleed staat er echt vet mooi bij. Hier ben ik heel blij mee. En ik zag inderdaad net iemand zeggen, vergeet de kat niet. Dat is een goeie. Die kan ik op zich wel hier doen. Want ik heb zelf hier dus een kast met glazen staan. Maar dat komt omdat ik dus niet zo'n hele grote keuken heb als dit. En ze hebben hier al een kast. Dus ik kan hier wel zo'n kattengeval doen. We hebben wel al voer. En de kattenbak moeten we nog doen. Zou die daarin passen, de kattenbak? Dat zou wel tof zijn. Het is hier mooi weggewerkt. Maar we hebben ook een hele grote wc. Dus de kattenbak zou ook nog in de wc kunnen. Dierenmeubels. Valt dat niet hieronder? Verzorging. Oh, ik heb die kleuren nog aanstaan. Zo, vandaar. Wat een heftige kleur over die bak. Paars! Zo. Kan de kat ook schijten. Tof, het wordt tof. En dan wil ik zo'n meubelding hier. Ik heb zelfs zo één. En Brit, dankjewel voor het volgen. Welkom. Die is ook leuk. Ik vind alleen jammer dat dit stuk hoger is. Ik kan ook zo eentje doen. Dat is minder lomp in de kamer, denk ik. Oh, kak. Ik heb ook nog geen eettafel, hè? Dan doen we een kleintje. Dan doen we wel een... ja, waar laat ik die kat? Wacht, ik heb een idee. Zet de stoel meer zo. En dan de kat lekker daar in het hoekje. Kijk, een gele matcht het nog een beetje met de kamer. Toppie! Kat mag ook meedoen. Oké. Okay. Een klok trouwens. We hebben nog geen klok hier in huis. Diverse. Een... Jeetje, Mina! Hallo! Goedemiddag. Die was een stukje groter dan ik had verwacht. Dit vind ik ook een ding, hè? Want ik gebruik meestal deze dan. Ik gebruik deze omdat ik die gewoon heel cool vind. Dit dan voor de kinderkamer. Maar er zijn gewoon niet zoveel leuke klokken. Dit is gewoon zo traditioneel. Nee, dan we gaan dit gewoon proberen. Even verkleinen. Ik wil je niet buiten hebben. Ik wil je daar hoger aan de muur. Kom op, kom op. Niet buiten. Binnen. Aan de muur. Hoger. Ah, oh, dat kan niet, hè? Daar ook niet. Zo jammer dit. Opnieuw. Nee, hij verplaatst hem naar buiten. Ik mag hem maar tot een bepaalde hoogte en dan vindt hij het niet leuk meer. Oké, doe ik wel. Ah! Giraf is af. Applausje voor Jill. Oh, die hond wordt helemaal gek. Jill. Hoe is je stream? De giraf is af. Wat goed. En mooi op tijd voor je feeststream. Je hebt gewoon twee schilderijen afgemaakt. Die hond gaat denken, wat gebeurt er nou weer? Ja, ik zeg, je hond hoort de computer niet, hè. Die hond hoort de muziek niet. Die hoort mij alleen maar... Jill. Welkom allemaal, welkom. Ja, ik ben Kim en ik speel de Sims 4 onder andere. Ik ben al versierd met een molenbril en een spookjesbril. Dus deze molen, het spookt hier. Vandaag doe ik de bouwchallenge van Jill. De burenbouwchallenge, dus uitroepteken buren in de chat. We gaan even
even een shout-out voor Chill. Kijken wat voor leuks er op ons scherm verschijnt. Ja, maar joh. Oké, Peppy, let's go. Double kill. Oh! Ah! Speler. Die was zo mooi. Ja. Maar ja, fijn dat je een toffe stream hebt gehad. Dat de giraf af is. Oh, ik ben wel benieuwd. Ik ga straks in je Discord kijken. Of op je Instagram. Ik weet niet waar je een foto dropt. Maar dat wil ik wel zien. Maar welkom. En ja, vandaag ben ik niet alleen. Ik heb inderdaad een dubbele cam. Want hier achter mij. Hallo, ik moet wel blijven staan. Hier achter mij. Is Jura, dat is de hond van mijn moeder. En ik ben vandaag oppas. Gisteravond eigenlijk al. Dus ik wil gisteravond gewoon na 10 uur naar buiten. Gek opeens, als dat mag. Ja, vanmorgen weer uitgelaten. Vanmiddag even lekker naar het park. En nu lekker ook laten rennen. Dus een paar keer die bal gegooid. Nu ligt ze te maffen. Dus ik heb al een paar keer gesnurk achter me gehoord. En mijn microfoon kennende heeft hij dat ook wel opgepakt. Dus voor de mensen die nu net binnen zijn gekomen. Als je denkt, wat voor gek geluid hoor ik. Nee, ik laat geen scheet. Nee, mijn maag heeft geen honger. Het is mevrouw Snurk achter mij. maar we zijn bezig met dus de bouwchallenge van Jill. Jill heeft deze kant ingericht. En wij zijn aan deze kant bezig. We hebben al een landelijke keuken met heel veel spullen ook uit de kitpack. De keuken is al helemaal klaar. En we zijn nu bezig met de woonkamer. En wat ik dus al heel grappig vind voor degenen die dus net binnen zijn gekomen. Is dat dit huis eigenlijk een soort van, in ieder geval de benedenverdieping dan. Grotere variant is van mijn huis. Mijn keuken zit ook aan de voorkant. Oeh. Stephanie, Sophie, dankjewel voor het volgen. Welkom. Maar ik heb hier dus een muurtje van 1,5 meter. En dan heb ik hier een opening van 1,5 meter dat ik de keuken in kan. En ik zit op dit moment hier. En dan heb ik hier mijn bureau. Maar ik heb oprecht hier mijn tv. Ik heb oprecht hier een bank. Alleen niet de stoel en een kattending daar. Maar ja, voor de rest klopt de indeling wel een beetje. Vind ik wel grappig. En ik was bezig met een klok. Alleen, ik kan denk ik beter dan een appelklok in de keuken doen. Die vind ik wel heel groot. Zo. Want, ja. Die ene klok die ik wilde verkleinen, die werkt niet mee. Dus het wordt geen klok in de woonkamer. Nou, voor de rest zien we hier niet echt dingen. Dan hebben we hier nog ruimte voor een eettafel. Ik denk, ja, het is makkelijker om voor een rechte te gaan, omdat het hier zo hoekig is. Maar ik vind een ronde wel meer passen met de landelijke vibe. Dus we hebben deze. Oh, dat blad blijft donker. Dat is dan weer een beetje jammer. Met deze van Jungle. Deze van Vastgoed. Zijn dat alle ronde tafels? Of alle ronde grotere tafels? Want ik zie hier wel wat kleintjes. Maar ja, dan denk ik dat ik voor die ga. Oh, hier zit ook weer geel bij. Er komt heel veel geel terug in dit huis. En misschien is het ook wel leuk om die stoelen van Paranormaal hier aan te zetten. Die nieuwe. Waar staat die? Oh, dit past ook. Lastig! Denk ik, oh, ik heb stoelen in mijn hoofd. Dan zie ik ondertussen andere stoelen waarvan ik denk, oh, die passen eigenlijk ook wel goed. Ik had deze dus in mijn hoofd. Hoi Jill! Thanks for your raid. En eet smakelijk zometeen. Zo. Ik moet hier wel iets heel tofs aan de muur. En daar. Ik heb geen idee wat ik daar ga doen. Have fun, dankjewel. Verlichting zou op zich wel kunnen. Een muurlamp. Anders zie ik al te veel. Ja, weg jij.
Nou, je hebt alleen de benedenverdieping gezien, wat boven ook nog niks gedaan. Dus dan zijn er nog twee verdiepingen die een verrassing zijn voor je. Dit vind ik wel tof. Ho, ik wilde die. Zo. En daar nog een mooi kunstwerk. Iets groots. Iets landelijks. Hebben we dat eigenlijk als categorie? Want ik weet ook... Ja, je hebt natuurlijk kleuren, maar je hebt ook stijlen. Ja. Missie, modern, gotische boerderij. Oké. Frans platteland. Nee. Ik kijk zelf wel. Ik heb alles, Stephanie. Alle pakketten. Ik kan hier ook weer de kleurentechniek doen. Dus geel, oranje, groen, paars, lichtbruin. Wat vinden we dan wat daar een beetje bij past? Ja, ik denk dat het leukste is om wel iets van een schilderij te doen. Dan niet zo dit soort dingen, want het is heel erg abstract. Maar dan iets met natuur of zo. Kijk, dit soort dingen bijvoorbeeld. En een lichte... Oeh, dit is wel... Maar het is wel heel huge, hè, dit. Hoe bedoel je, Britt, met de donatiecall? Ik weet niet of jij de streams op YouTube, dat je daar hebt gekeken. Maar die heb ik inmiddels gehaald. Ik speel nu ook op de nieuwe PC. Stream 50, die online is gekomen op YouTube vandaag, was de eerste stream op mijn nieuwe PC. Dus ja, dat heb ik nu een half jaar nu. Ik vind dit heel groot en eentje klein. Oh, dat is... Dit vind ik te klein. We hebben ook zonnebloemen. Oh, daar schaduw gaat niet lekker mee. Dat kan ook nog. Die vind ik qua kleuren beter passen. Tot zover mijn plan voor natuur. Oh, we hebben nog meer. Maar dit is natuurlijk heel erg woestijnachtig. Wat hebben we hier? Tropisch. Bloemen. Dit is ook wel... Oh, andere kant. Ook weer zo groot. Nee. Ik zoek eigenlijk een tussenmaatje. Net zoals dit. Water. Weer die bloemen. Oh, dat is alleen maar de frame die anders is. Dit is... Geen idee wat dit is. Nee, oké, we laten het bij die. Zo. Ik vind dat wel een goeie. Hij mag wel een tikkeltje hoger, want anders zie je hem niet. Zo. En dan daar in de hoek misschien ook maar een plant. Dit is de moderne. Ik ga altijd heel vaak voor die. Ik kan op zich ook wel voor deze gaan, want we hebben daar die ene pot. Als ik deze dan ook even groter maak. Dan is het toch een beetje een eenheid. Bruine onderkant. Die ook. Zo. Leuk. Ik vind het leuk. Oké, behang. We hebben nog niet voor behang gekeken. Ja. Ik kan natuurlijk wel heel makkelijk voor wat meer van die oudbollige dingen gaan nu. Dat maakt het wel heel erg landelijk. Sharon zegt, wou net zeggen, misschien iets hoger. Ja, wil ik dit? Dit is zo niet mijn stijl. Dat maakt het wel lastig. Dit is schattig. Ik zou eerder dit soort dingen bijvoorbeeld leuk vinden, maar ik kan op zich wel een neutralere... Laten we eerst even voor die gaan. En dan wil ik wel een paar feature muren. Feature walls doen. Wat hebben we hier? Wat is dit?
een soort van wapen. Ik denk wel dat die is ook heel tof. Maar dit vind ik eigenlijk alweer niet landelijk genoeg. Ik vind deze zo leuk. En die komt van, ook van Paranormaal. Dit is de roze, hè? Oh, nee, ik zei geel. Hey, waar is de tv heen? De tv is weg. What the heck? Het spookt hier. Krijg je met een spookjesbril op. Nou niet meer weggaan. Niet vervelend doen. Ja. Hebben we ook nog bij de lambrisering heb je ook nog een aantal van die dingen. Het is te chic. Die komt wel heel hoog. Dat vind ik ook zo saai. Dit dan misschien? Het is weer zo'n wapen. Dit. Oh, als ik ga behangen, dan gaat die tv weg. Oké, wacht. Die tv mag even buiten wachten dan. Die mag zo naar binnen. Ik moet even wachten. Oh, nee. Oudbollig. Oh. Welkom terug, Bruinana. En Epica, lekker spaghetti eten. Eet smakelijk. Ja, ik wil wel iets met print. Hier hoeft het niet per se. Zou wel leuk zijn. Maar ja, ik vind hier zo... Het is te netjes. Te fris, te modern. Zonder print. Dus ik wil wel toch iets van een behangetje hebben. Want bij verf hebben we... Is met tegels, nee. Oh, we hebben die ene ook weer hier. Die hele heftige. Ik vind het zo oudbollig. Oké, landelijk. Dit is... Oh! Wacht eens even. Kijk eens heel goed. Het is gewoon hetzelfde. Alleen deze hebben we gratis gekregen met de patch. En deze hebben mensen voor moeten betalen met ouderschap. Niet zo netjes, IE. Niet zo netjes. Hey Dagmar! Nee, ik wil echt iets met een print. Gaan we toch een van die oudbollige behangen. Oh! Oh mijn god, dit is wel echt. Dat is wel. TV terug. Ja. Ja. Niet mijn favoriet, maar wel heel geschikt met de sfeer die ik weer wil neerzetten. Zo. Even kijken of we nog wat anders tegenkomen hoor. Ik weet het niet. Oh, we hebben ook nog met... Oh, met een randje. Oh, dat past wel hier. Want we hebben hier ook natuurlijk van die panelen. Hier ook. Dus doen we die hier zo. Dan houden we die gewoon heel rustig. En dan hebben we hem hier nog heel laag bij dit hoekje. Even kijken, die roze beige kleur vind ik wel leuk met dat houten randje aan de onderkant. Er zijn zoveel roze beige. Ja, ik moet een beetje oppassen dat het ook niet te roze wordt. Want ik heb natuurlijk heel veel geel-groen. Maar op zich, ik vind het wel een goede kamer zo. Er moeten nog wel wat meer lampen in. Hier zou nog een staande lamp kunnen. Gaan even kijken voor verlichting. Britt gaat eten, eet smakelijk!
En grappig. Ik hoef er gewoon niet meer naar achter te kijken om die hond te zien. Ik kan gewoon zo naar mijn monitor kijken. Echt leuk. Oké, okay. Lampje. Een lampje. Welke lampje? Dit is aanvallig. Landelijk. Zeg het eens, Jura. Hier nog één. Met een bloemetje erop. Nee, dat vind ik die andere, denk ik, toffer die ik net had. Waar was die nou? Het was niet deze, hè? Nee, het was... ook niet. Oh, waarom ben ik hem nou weer kwijt? Ik en lampen zoeken. Oh, die. Hier was die. Niet modern en oudbollig tegelijk worden. Nee, ik denk landelijk. Maar ook niet te oud. Dus, want bij landelijk denk je heel vaak aan een opa en oma huis. Zoals je aan die keuken ziet. Maar het heeft toch wel wat frisse elementen. Vooral met de kleurtjes. En hier wil ik die combinatie ook een beetje maken. Dus het behang is heel landelijk. En misschien een beetje oudbollig. Maar als je dan kijkt naar die bank, maakt het weer wat frisser. Dus een beetje combinatie van... landelijk, niet te oud, niet te modern, maar wel jeugdig genoeg voor een gezin om hierin te wonen. Ik wil hier nog iets aan de muur, een soort van, ja, misschien iets wat met foto's of zo. Ik weet dat je dat hebt. Ik weet even niet meer in welke pakketten. Dit bijvoorbeeld. Ja, hier wonen wel kattenmensen natuurlijk. Maar ik zat eigenlijk eerder te denken aan familiefoto's. Oh, mand is leeg. Jura gaat water drinken. Leuk joh, zo'n hondencam. Kunnen jullie nu kijken naar een lege mand? Hier hebben we foto's. Dat is dan ook weer... Nee, ook niet wat ik zoek. Hier hebben we foto's. Het is te vampierachtig. Dat wil ik dan ook weer niet. Die zoek ik ook niet. Nee. Ik wil meer. Meer decoratie. Oeh, misschien zit hier iets bij. Oeh. Welkom! Cloud Capital Rage! Alweer! Kaaskop 52, dankjewel voor het volgen. Welkom iedereen, welkom. Welkom bij de stream. Even een shout-out voor... En RK Ozzy, dankjewel voor het volgen. Kijk. Wat gebeurt daar? Mijn hart, jongens, dit kan ik toch niet aan. Hij sprong naar beneden. Hij poedde waarschijnlijk zo. Dat ga ik ook doen. Hij is hier. Hij sprong hier. Wacht. Ja, zou kunnen. Ik heb het pas ingesteld. Dus ik moet nog een beetje fine-tunen met hoe alles werkt. Maar welkom allemaal. Ik ben Kim. Ik speel onder andere The Sims. En ik zit net als Mighty Oneida in Cloud Capital. En deze leuke dingen heb ik op. Want ik heb een kanaalbeloning. En we gaan gewoon lekker verder met het spel. Zo. Wat is die hond aan doen? Oh, die denkt... Leuk dat jij zo'n cam hier hebt neergezet met mijn mand. Maar ik ga gewoon nu ergens anders liggen. Even kijken. Ik vind dit wel een leuk iets om op te hangen. Ik weet alleen nog niet welke kleur. We doen wel die. Eentje kleiner. Zo. Ik zei zo. Klik. Dat betekent klik. Ja, daar pakt hij hem. Daar pakt hij hem. Dan moeten we ook nog een plafondlamp hebben. En het is ook wel leuk om nog iets op de tafel te doen. En voor degenen die nu binnen zijn gekomen. Ik ben dus nu The Sims aan het spelen.
Lukt het, Jura? De burenbouwchallenge van Jill, die zit ook in Cloud Capital. En zij heeft dus dit hele huis gemaakt. Je kunt hem ook op haar galerij vinden, Jill D433 Twitch. En zij heeft dus de linkerkant helemaal ingericht, alsof ze er zelf woont. Want het is, in de toekomst gaat haar huis ook een beetje die layout krijgen. Maar die kant heeft ze dus helemaal ingericht. Hele leuke woonkamer hier met een hoekbank. Hier kan je eten, mooie moderne keuken. En als je dan naar boven gaat, meerdere slaapkamers. Hier een leuke mooie inloopkast, badkamer. En dan heeft ze nog een zolder waar zij dus blijkbaar in de toekomst gaat streamen. Washok. Dit vind ik heel leuk gedaan met die opening trouwens. Maar bij haar is het dus de challenge dat zij maakt dus een 2-onder-1 kapwoning. En de rechterkant mogen deelnemers dus gaan inrichten. Dus het is de burenbouwchallenge omdat je mag gaan bedenken wat voor soort buren zouden hierbij kunnen. En ten eerste KillerCo04, dankjewel voor het volgen. Welkom. En ik heb aan de chat gevraagd, ja, wat voor soort buren zouden hier gaan wonen? En Jill is natuurlijk dan nu een jong gezin met een hond, want zij woont samen met haar vriend en een hond. En toen kwam iemand in de chat met een gezin met 2 kinderen en een kat. Dus daar ben ik nu mee bezig. En omdat een van de pakketten die laatst is uitgekomen een keukenkit pakket is, met heel veel landelijke spulletjes, zijn we ook een beetje in die tour van de landelijke vibe. Ja, het is een soort van shell challenge, alleen dan met een twist. Want heel vaak hebben streamers inderdaad een shell challenge. Dat ze gewoon de buitenkant echt de huls van het huis neerzetten. En dan, joe, veel plezier ermee. En zij heeft er dus een extra twist aan gedaan dat je dus al buren hebt. Dus dat vind ik wel geinig. Daar zijn we nu mee bezig. En ja, nu ben ik even zoeken naar verlichting. Want wat past er in dit huis voor een lamp? Ik vind deze altijd heel tof. En die komt ook wel, kijk, die komt met geel onder andere. Komt ook een beetje met roze paarsig. Komt zeker niet met de paars die ik dan weer leuk vind, hè? Nee. Dat zul je net zien. Ja, ik kan op zich ook wel die lichte kleur. Een beetje dat rozige. Zo, hier boven op tafel. Ja, ik vond het echt leuk bedacht. Ik heb zelf ook een bouwchallenge. En in mijn geval, bij mijn bouwchallenge, is het dan dat ik een kamer maak. En dat kan een eetkamer zijn, dat kan een keuken zijn, dat kan een woonkamer zijn. Ik heb tot nu toe gehad een soort van barruimte, een soort van privébarretje. Ik heb een keer een keuken gemaakt, ik heb een keer een slaapkamer gemaakt. Ik heb een keer een serre gemaakt. En die kamer gaat dan naar de galerij en dan hebben mensen een aantal weken de tijd om dan de rest van het pand eromheen te maken wat past bij de stijl en de sfeer van die kamer. Dus dat is mijn soort van shell challenge met een twist. Maar ik vind het ook wel leuk om bij andere streamers aan challenges mee te doen. Wat gaan we hier op tafel zetten? Ja, er wonen hier wel een gezin, hè, met kinderen. Dus misschien zo'n kunstwerk wat kinderen ooit gemaakt hebben. Maar dan is dit zou ik eerder iets vinden voor in de keuken. We hebben daar nog ruimte. Zo. Heeft een kind gemaakt in de klas. Wordt nu trots op aardig neergezet. Oh, ik heb wel denk ik wel een idee. Om iets met een leuk kaarsje of zo neer te zetten. We hebben die. We hebben ook die. Die. Die, maar die vind ik... Ik vind dat wel gek. Dit zijn gewoon kaarsjes zonder een houder of iets. Ik zou dat kunstwerk iets kleiner maken. Even kijken. Ik werd een keer gevraagd voor zo'n challenge. Alleen had ik niet genoeg expansions. Oh ja, dat is wel lastig. Ja, wat ik altijd doe met mijn pulsband. Bij mij heet het dan pulsband, de challenge die ik doe. Daarbij doe ik altijd om en om. Dus de ene, de oneven edities is altijd met basisspel. Dus daar kan iedereen meedoen. En de even edities is altijd één bepaald pakket wat in het thema is. Dus... Eerst had ik een basisspel keuken. Nou, toen kwam een bar met bowlingavond accessoires. Toen kwam basisspel kelder als ruimte. Daarna kwam de serre van Ecologisch Leven. En mijn laatste editie was een basisspel slaapkamer. En ik ga binnenkort weer een oproepje doen bij mijn abonnees. Want mijn abonnees mogen dan iets nomineren, een pakket nomineren. Want de volgende editie wordt dus weer eentje met een pakket. Oeh, dit is ook leuk. Ja, we gaan voor die. Die weg.
Of ik moet overgehaald worden om iets anders. Dit is heel erg kerstig, hè? Deze vind ik leuk, maar deze vind ik meer passen bij het landelijke thema. Met die tulpjes. Paars! Oké. Woonkamer is ook al bijna klaar. We moeten in ieder geval de gordijnen hebben, want dat hebben we hier nog niet. En hier in de hoek wil ik daar iets. Ik heb zelf... Hebben we daar nog de ruimte voor? Ik heb daar namelijk een klein kastje met een cd-speler erop. Dat is misschien ook wel leuk om hier te doen. Zo. De familie wat muziek geven. Hallo, waarom kan die er niet op? Gaat het hele spel vervelend doen met dingen die niet op kastjes kunnen? Nee, dan zweeft hij. Jammer. Iets anders. Ja, heel veel van die muziekinstallaties zijn trouwens heel groot. Het is ook een jukebox wat je zelf neerzet. Ik wil gewoon iets kleins. We hebben niet een normale cd-speler, hè? Gaan we ze zo'n modern ding geven? Ja, dit gaat ook zweven. Ja, het zweeft. Al die accessoires die in paars kunnen gaan in paars. Ja, er moet toch wel iets van mijzelf in zitten. Bianca zegt, ik had 3 streams op de lurk staan en ik kom terug. En alle 3 staan ze op mij. Woep, woep. Ja, dat vind ik echt leuk aan Twitch. Het raid systeem. Oké, die kastjes werken dus niet. Ik dacht dat je die altijd op een leuk tafeltje kon zetten, maar dus niet op een bijzettafeltje. Ik kan ook een plankje doen, want dit plank kan ik natuurlijk nog van hoogte veranderen. Dan doen we dat wel. Oeh, we kunnen wel die keukenplank. De landelijke hier. Oh, die is weer heel groot. Maar het zou wel kunnen. Als die ene muziekding die ik als eerste net in mijn handen had, dat was deze, een beetje goede hoogte terecht komt. Kijk eens aan. Top. En dan doen we die ook. Hebben we deze niet in paars? Wat is dit nou voor onzin? Doen we dan... Ja, wit zitten kerstjes op. Hier, met zonnebloemetjes. Oké. Ja, waarom heet het dan een bijzettafel? Daar kan je niks opzetten. Ik heb het idee dat het hier nog kaal is. Ja. Even bij muurdecoraties kijken. Misschien iets kleins. Zoiets, alleen dan niet voor kerst. Iets waarvan we denken, hey, dat is leuk. Hier, wacht, deze. Dit is leuk. Een kippetje. Een kippetje voor Jill. Hangplantje had ook gekund. Die kan ik sowieso nog wel doen, hoor. Hangplantje. Dat is waar ook. We hebben van die hele toffe, die toffe nieuwe. Deze. Die kan sowieso gewoon hier bij die paal. Is wel leuk. Zo. Thanks. Oké, gordijnen. Kunnen echt voor in your face geel gaan. Maar, of groen of zo. Maar dit is absoluut niet landelijk. Bianca zegt, wat een gezellige woonkamer. Zeg, al die kleurtjes bij elkaar zijn tof. Ja, ik ben echt wel op dat vlak uit mijn comfortzone aan het stappen. Het is en niet modern. Het is en niet... Ja, het is niet wat ik vaak mee bouw. Want ik bouw of vaak heel modern. Of ik bouw heel erg in de richting van jungle-avonturen. Dat vind ik ook wat een hele makkelijke stijl mee te bouwen. Landelijk is wat minder mijn stijl. Maar ik probeer het toch eigen te maken door frisse elementen toe te voegen. Dus de kleurtjes helpt ook dat landelijke keukenkit
heel veel van die hele fijne, frisse pastelkleurtjes hebben. En die spullen van Paranormaal hebben ook van die mooie, fijne kleurtjes. Maar dan toch, hier, behang. Dit behang is niet mijn ding. En nu moet ik ook, hoewel ik zelf bijvoorbeeld dit soort gordijnen zou willen kiezen, ik moet van mezelf nu gewoon even echt wat landelijke gordijnen kiezen. Want dit is een heel fris hoekje. We hebben hier een wat oudbolliger behangetje. Dus we moeten hier ook weer even een iets oudbolliger element toevoegen. En Roop 865, dankjewel voor het volgen. Welkom. Oh. Nee, ook niet die. Waarom staan ze niet naast elkaar? Groter? Grootst? Waar is die ander? Waar is die derde? Oh, daar. Oh, die is ook lang. Oké, laat maar. Waarom zijn ze allemaal zo hoog? Je wekker zegt dat je je plantjes water moet geven. Oh, dat zou ook echt iets voor mij zijn. Ik hou mijn planten nooit in leven. Vroeger kreeg ik van mijn opa wel eens regelmatig plantjes. Dan was hij weer naar het tuincentrum geweest. En dan had hij aan mijn moeder weer planten gegeven. Van hier, geef maar aan Kim. Dat ik een keer zei... Ja, dit is leuk, maar dit is absoluut niet landelijk. Dat ik een keer gewoon zei... Opa, geef nou gewoon een neppe plant. Want dit gaat allemaal dood. Dit is schattig, maar niet voor in de woonkamer. Dit is wel oudbollig. Ik weet niet. Ik ben niet zo'n fan van deze. Hoi Wendy. Welkom. Ik moet een keer wat anders kiezen dan wat ik altijd kies. Oh, wacht. Ik moet eigenlijk zo'n soort iets, maar dan of voor 3 ramen breed of voor 1 raam breed. Want het matcht wel mooi met de keuken. Dan hebben we ook nog dit. Je moet niet aan de deur gaan glitchen. Deur aan de kant. Hallo. Zo, deur weer terug. Dit is ook wel iets. Doei Jeroen. En Wendy zegt, wat is dat plaatje onder je cam? De hond denkt, ja dag, ik ga lekker op de grond liggen, niet in de mand. Ik heb mijn moeders hond vandaag om op te passen. En die heeft de eerste 2 uur van de stream in de mand gelegen. En toen dacht ze, ik heb dorst en ik ga nu lekker ergens anders liggen. Zodat je cam nu helemaal nutteloos daar staat te staan. En dit is ook mijn oude cam die daar staat. Die kan ik dus niet verstellen. De scharnier is stuk. Dus hij valt of helemaal naar voren. Waardoor hij nu perfect op de mand gericht staat. Maar ik kan hem niet een klein stukje omhoog zetten. Zodat hij op de hond gericht staat. Dat is wel jammer. Oh, maar wel prachtig dat ze dan echt daar gaat liggen. Jura. Jura. Ze negeert me gewoon. En Bianca is er weer. Ja, normaal heb ik plantjes die maar zo weinig water nodig hebben. Maar nu heb ik er 2 die ik actief moet bijhouden. Oh ja. En Wendy, ik dacht even dat het inspiratie was van je huis. Een hondenmand inspiratie voor een huis. Nee. Ik weet het niet. Die zijn niet lang genoeg. Dit heeft ook wel wat. Ik denk dat ik dat wat knusser vind dan dat andere. Klinkt zo lekker in elkaar. De deur moet weer even weg. Waarom gaat het niet op de... Hallo, werk eens mee. Oh, echt glitch festijn.
Nee? Nee? Wacht, ik ga even opslaan, want ik ben gewoon bang dat het gewoon gaat crashen of zo. Ja, die gordijnen die ik net had, vond ik te... Ik weet niet, te chic. Oh, ik vind het lastig. Deze komen zo hoog uit. Waarom? Hebben die niet ook gewoon voor normale ramen? Ook heel hoog. Ik hoop ik moet voor zoiets gaan. Deze komen wel in... Oh, daar. Daar. Nee, dat is het raam. Ik moet niet het raam. Het past wel een beetje bij de bank. Zoiets. Dan is, ik vind het alleen zo open nu weer. Ja, de Sims werkt nooit mee, hè. Ik pak nog deze. Nee, die vind ik te modern. Ik hak gewoon de knoop nu door. We gaan gewoon voor die. En we doen deze nog ietsjes naar rechts zo. Oké, gordijnen. Klaar. 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 Ik kom er niet meer aan. Want het blauw komt toch een beetje het hier terug. Dit is volgens mij wat meer groenig. Maar ja, ik vind het wel passen. Ik ben er wel tevreden mee. Oké. Dan hebben we ook nog een wc hier. Ga ik daar dan wel tegelvloer doen? Kan wel, hè. Want ik doe bijna nooit tegels. Omdat het altijd lelijk of truttig of... Ja. Ik vind heel veel tegels niet mooi. Nu kan ik gewoon een keer van die tegels die ik niet mooi vind. Past natuurlijk wel vaak bij de landelijke vibe. Zoals dit. Dit vond ik wel heel heftig. Nee. Even kijken. Ik zit te twijfelen of ik opnieuw ga beginnen met de hondenbaby. Ik heb de hele tijd geen zin om verder te gaan met die challenge. Omdat ik de familie niet zo leuk meer vind. Ja, dat is lastig. Je kan ook misschien tussendoor iets anders doen. Dat je die 100 baby challenge save file wel even bewaart. En dat je misschien even een andere challenge gaat doen. En dan kijkt of je verder wil met die 100 baby. Of dat je toch zegt, nee, ik begin opnieuw. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat je het leuk vindt. Anders is het gewoon zonde van je tijd. Je moet niet met een familie gaan spelen waar je niet mee naar je zin hebt. Dit past soort van qua kleur bij elkaar. Epica gebruikt ook nooit gordijnen. Oh, je hebt er al een aantal maanden niet meer meegespeeld. Ja, als je er al een aantal maanden niet meer hebt gespeeld. Dan zou het op zich geen slecht idee zijn om gewoon lekker fris opnieuw te beginnen, toch? Nee, ik vind het... Ja, maar dan vind ik die vloer weer niet zo goed passen. Ik kan ook misschien een stenen vloertje doen of zo. Oh, ik had deze eigenlijk in meer kleurtjes willen hebben. Dan. Dit vind ik eigenlijk een van de lastigste dingen. Dat tegels niet altijd... De dingen voor de vloer niet altijd matchen met de dingen voor de muur. Of too much. Dat je echt het idee hebt dat je in een zwembad staat. Want ik vind op zich, ik vind die tegels hier vind ik wel mooi. Dit vind ik wel mooi. Maar ik vind de combinatie wat minder. Wel landelijk. En ik riep net nog dat dit wel makkelijk ging worden. Nou. Nee.
Wat heb ik in mijn weten? Ja, ik heb gewoon witte tegels. Tot half. En dan gewoon wit. Witte muur. Mijn wc in de Sims zou een dikke error zijn. Nou, mijn wc is gewoon witte tegel tot hier. En dan witte muur tot daar. En witte. En, nee, en gewoon laminaat op de vloer. Dat kan ik ook doen. Gewoon het laminaat doortrekken. Ik heb ook laminaat in mijn wc. Nou, hallo. Klik. Ja, dit vind ik beter. Zoveel beter. Wat gaan we nu doen met deze gigantisch grote wc? Jeetje, Mina. Wendy, bij mijn wc zit je bijna met je knieën tegen de deur aan. Ja, mijn wc is ook heel klein hoor. Het is echt 2 vierkante meter. Je hebt gewoon de wc. En dan heb ik hier een klein prullenbakje, hier een wastafeltje. En dan gewoon de deur. Zeg maar, ik heb 1 zo'n strook. Maar ik heb hier nu 3 van die stroken. En ik denk, wat moet ik ermee? We gaan wel een dubbele... We pakken wel die keukendingen weer van de keukenkit. Hier. Ga ik dan weer voor paars? Nee, dat matcht niet, hè? Zal ik dan hier voor blauw gaan? Of donker? Oh, donker. Donker, ja. Dat matcht met de tegels. En dan doen we de wasbak. Die staat onder sanitair. Zo. Ja, leuk. Ah, geen wasbak. Nee, dat had ik in mijn vorige huis ook niet. Geen wasbak in de wc. Dat paste niet eens. Dan had je gewoon letterlijk, als ik zeg maar zo zit, dan was hier naast mij de deur. En dan had je, nou, wat is het, zo'n stukje voor je? Om je voeten neer te zetten. Nog net niet met je knieën tegen de muur, maar het was wel krap. Het enige wat erin paste, ik had 1 heel smal plankje aan de muur. En dan gewoon een klein prullenbakje op de grond. Betty zegt, ik hou vaak de deur ook gewoon open. Ja, dat snap ik wel. Ik heb nu in mijn wc dan wel een raam. Dus dat scheelt ook dat je gewoon daglicht krijgt. Dat, ik merk dat dat wel prettig is. Want mijn vorige huis had ik dus een appartement. En dan zat de wc letterlijk in het midden. Dus alle andere kamers zaten eromheen. En dan heb je natuurlijk geen ruimte voor... ja, of als je de deur dicht doet, dan zit je echt in een kamer. En ik denk dat een raam... Ook al is het maar een smal raampje, want in mijn geval is het... Dat raam hebben we toevallig. In ieder geval iets wat erop lijkt. Als ik mag geen ramen plaatsen, maar gewoon even om te laten zien. Oh, er komt actie in de tent. Ze gaat wat doen. Ja, Jura gaat de mand in. Ligt toch lekkerder hè, dan de vloer. Het is niet zo één, het is smaller. We hebben hem wel. Waarom zie ik hem nou niet? Ben ik er nou gewoon voorbij gescrolld? Oh, daar. Ik heb dus, zeg maar, bovenin zo'n lang stuk. Dus niet met zo'n tussenstukje nog, maar gewoon... Dus ik kan niet naar buiten kijken en mensen buiten kunnen ook niet naar binnen kijken. Maar je hebt toch wel de privacy. Nou, zit ik even te bedenken, hè? Want we hebben een hele leuke keuken en alles. Maar we hebben natuurlijk geen bijpassende wc. Een ambassadeur. Dit is gewoon een prima, simpel wc'tje. Deze heeft een bril, dat vind ik ook wel wat. Of zo eentje. Oeh, een antieke. Ja. Dat past goed. Zo, met een lichte bril. Hebben we nog meer? Ze hebben ook de koperen stopper. De zachte ontspanning. Plattelandstoilet. Nog beter. Die ander, die antieke, die past ook wel. Maar die heeft natuurlijk van het hele chique porselein aan de onderkant. Dat is dan weer too much. De indeling hier is echt vreemd. Ja, ik heb dit stukje niet. Wat ga ik hiermee doen dan? Wat heeft Jill gedaan?
Oh, een kast. Oké. Okay. Vliegende Lama zegt, ik vind het wel fijn dat er een klein raampje in de wc zit. Ja, ik ook. Ja, de luchtjes kunnen niet via de wc weg, maar ik heb mechanische ventilatie. Dus ik heb gewoon een ventilator in zo'n dingetje op het plafond. Dus de luchtjes kunnen wel weg hoor, alleen niet via het raam. Ik vind die wc goed. Dan gaan we even... wc-papier... Gaan we ook maar koperen. Hallo, ik zei koper. Zo. Misschien iets meer. Zo. Ja. Ik weet niet of wc's schattig kunnen zijn, maar als het kan is deze schattig. Even kijken, Wendy zegt, je hebt een vierkante hal met links de keuken en rechts een slaapkamer. Dan de wc en woonkamer recht voor je. Aan de woonkamer links zit een slaapkamer en tussen de keuken en de slaapkamer zit de badkamer. Oh ja, dat is wel een beetje gek. Dus je moet via de keuken naar de badkamer om bij mijn slaapkamer te... Oh, wacht. Dit heb ik ook gehad in mijn vorige appartement. Wacht, misschien kan ik dat... Hebben we nog ruimte hier ergens op de kavel? Ja. Nee, dat is te klein. Ik had inderdaad ook. Ik kwam dan binnen in mijn appartement met de gang. En ik kon naar rechts. Komt de keuken in of recht door mijn slaapkamer. En daartussen zat de wc, maar daarachter zat de badkamer. Dus ik kon dan ook een rondje lopen. Dat is wel geinig. Ik vond het geinig. Ik heb een idee. Wat ik... valt onder comfort. Hier. Die. Zo. Wat zetten we daarop? Kunnen we tissues opzetten? Nee, paars past hier niet. Laten we dan hier voor oranje gaan. We kunnen dit wel van die billendoekjes zijn of zo? Oh, daar zeg je me wat, Bianca. Ik heb een idee. Ik weet niet waar die onder valt. Nou, het zou op zich best wel hier kunnen staan. Dus weg. Hier. Het tijdschriften. En dan die. Bovenop. Ik kan het alleen niet zien. Ja, het staat goed. Kan je een boekje lezen en je hebt dan ook nog van die zogenaamd vochtige doekjes. Daar heb je toch een telefoon voor. Hoi Sharon, welkom terug. Ja, dat schijnt eigenlijk niet zo hygiënisch te zijn hè, als je je telefoon meeneemt naar de wc. Ik doe het ook wel eens, maar ja. Dan kunnen we hier, wat is dit? Harmonieuze zalfjes en zo. Kijk eens aan. Dan wil ik hier wel die vuilnisdag handdoeken. Moet ik ze alleen wel even vinden. Weet je, ik ga gewoon even lui doen. Vuilnisdag. Daar. Kijk, hoppatee. Nou, werk eens mee, joh. Ach, nog steeds dichtbij. Zo. Die dan erachter. En dan heb ik nog zeep nodig. En ik ben te lui om te zoeken. Dus we jatten gewoon. Hallo zeep. Kom maar mee. Hier is hierop. Geel. Dat is terug. Nou, kijk. Telefoon is prima voor het vermaak. Ik voel het echt drukken, joh. Ik voel het drukken. Oh, naar beneden, naar beneden, naar beneden. Een spiegel. Wat is een leuke...
Oh, zal ik gewoon weer diezelfde doen? Want dan lijkt het toch weer dat het aan elkaar hoort. Ik doe gewoon diezelfde. Zo. Lijkt net alsof het aan elkaar vast zit. Zo. Want heel veel spiegels zijn te laag. Hoe komt dat er tegenaan? Niet voor hier, maar ik vind die nieuwe spiegel echt zo leuk. Ja, ik heb hem nog niet gebruikt, maar dit is wel een huis waar een gezinnetje in komt te wonen. Dus ik kan hem wel voor een van die kinderkameren gebruiken. Dus hij komt in het huis. Vind ik wel een goede optie. Dan kunnen we hier ook wel een kalender ophangen. Ik weet dat we die hebben. Dit is met honden. Oh, hier, kijk, katten. De gele. Alle verjaardagen kunnen daar worden opgeschreven. Prullenbakje. Ik vind het zo jammer dat, en ook wel raar dat we die spiegels niet hoger kunnen ophangen. Ja, ik vind, aan de ene, ik vind het jammer, maar ik snap wel waarom het niet kan. Omdat als het gaat om ramen, het enige wat een raam doet is licht in je huis geven bij, als het overdag is. Maar dat is het. Je Sims kunnen niet per se naar buiten kijken. Er zijn geen interacties met ramen. Maar als het gaat om de spiegels, er zijn wel interacties met die spiegels. En die Sims zijn natuurlijk geprogrammeerd. Dat afhankelijk van of ze een kind zijn of een jong volwassene, hebben ze natuurlijk verschillende hoogtes met hoe ze in een spiegel kijken. En als je dan die spiegel opeens heel veel hoger of heel veel lager kan doen, dan kijken ze er overheen of eronder. Dan kijken ze gewoon naar die muur. Dus ik snap wel waarom ze dat niet hebben aangepast. Maar ik snap ook, ik vind het zelf ook wel jammer, want ja, ik had graag hier een wat hoger spiegeltje ook willen hebben. Ik was hier voor een prullenbak. Nee. Ik heb zoveel ruimte. Dan gaan we hem gewoon lekker hier neerzetten. Geen ruimte tekort. Ja, plantje erbij. Iets meer die kant op. Kan daar nog een plantje? Wat voor plantje. Die arme plant. Want dan stinken wc zitten. Dat is weer zo'n cliché plant. Dit vind ik meer iets voor op een tafeltje. Die steekt te veel uit. Oeh. Perfect. Geeft ook heel erg landelijke vibe mee. Zo. Top. Oké, nou hebben we best nog wel wat kale muren. Dus hier wil ik wel wat ophangen. Ze kunnen geen krukjes. Jawel, kinderen gaan op krukjes staan. Moet je maar kijken als kinderen hun handen gaan wassen of zo. Opeens staat er een krukje. Soft, check. Als je nu op de computer kijkt, dan zie jij onder mijn streamscherm zie je een streamtitel. En daaronder zie je in het blauw of paars? Welke game ik speel? Twitch is zo handig daarin dat je gewoon een game kan instellen. Nee, ik wil eerst even bij de muurdecoraties kijken. Want je hebt misschien ook nog wat leuks. Wat echt een beetje badkamer. Nou ja, badkamer ook weer niet, want het is een wc. Dan ben ik net klaar met eten en Kim is nog live, ja. Altijd, hè? Later eten hier. Ja, dit is meer een badkamerding. Ik had die in mijn hoofd, maar die is echt wel meer badkamer vibe. Even kijken. Dit heeft wel met katten te maken en zo. Ik vind het alleen niet zo passie hier. Nee. Het leven van een student? Nee. Nee.
Nee. Nee. Ik weet het niet. Oh, ik heb niks met bergen, maar die kleuren. Dat is mooi. Wat ik kat doen. Het is alleen niet zo landelijk. Maakt het uit? Wat vinden jullie? Zullen we die kat doen? Oh, Wendy zegt ook, als je dus op Twitch kijkt op je telefoon, dus op de app, dan kun je even op het beeldscherm klikken, waar je mij dus nu ziet. En dan krijg je de titel van mijn stream en ook het spel in beeld. Thanks, Wendy. Ja, gaan we voor die katten? Zo'n 4-5 luik. Wat bedoel je met een 4-5 luik? Zoveel dingen. Dit is allemaal sportdingen. Kan wel leuk zijn voor papa, maar dan... Nee. Zo'n schilderij die uit meerdere schilderijtjes. Oh ja, dat. Ja, want weet je wat ik jammer vind? Je kan dus wel dit soort dingen ophangen. Leuk voor fotolijstjes, maar... Ik kan geen foto's... Je kan ook niet zeggen van, omdat je in bouwmodus zit... Dat er random wat foto's in kunnen. Of dat er een aantal waar je uit kunt kiezen of zo. Oh, we kunnen hier op zich wel. Die ene die ik eigenlijk in de woonkamer wilde doen. Maar ja, dit is ook niet landelijk. Maar dit vind ik wel meer passen dan dat doek. Je hebt ook wel schilderijtjes met meerdere schilderijtjes. Oh, we hebben hier ook. Even kijken, wat staat hier op? Bloemen, boompjes, vogeltjes. Nee. Deze misschien. Ook leuk, maar niet voor hier. Deze misschien? Nee, dat is altijd te modern of te kunstzinnig. Hoe zeg je dat? Ik vind het altijd heel lastig om bepaalde dingen een stijl te omschrijven. We hebben ook nog deze. Nee, ook niet. Dit zou kunnen. Zo. Maar dan haal ik die wel weg. Alleen dan is dit nog steeds kaal. Dus dan denk ik, oh, die haren komen er telkens voor. Zo. Nog steeds denk ik, wat doe ik hier dan mee? Want we hebben al een spiegel. We hebben nu al schilderijtjes. Dus ik neig dan niet meer naar... Oh, handdoeken! Hey! Ja, ik heb wel al die, maar dan handdoeken. Gewoon handdoeken. Aan een rekje. Waar valt dat onder? Hier. Badjas. Ja, die is wel heel klein. Oh, het is helemaal zo klein. Eindelijk een probleem gevonden. Of een oplossing gevonden. Komt er een nieuw probleem. Ik vind deze wel ook nog geschikt om hier te doen. En dan die in het blauw. Zo. We kunnen wel even nog kijken bij de oppervlakte. Bij die plankjes. Want je hebt plankjes waar dingen op staan soms. Waarvan je ook denkt, dat is misschien... Nou, dit zijn boeken, dus dat wordt hem dan niet. Dit zijn cd's en boeken.
Nee. Ik zou zo'n huisje kunnen doen. Ik weet het niet met die kleuren. Plus dit is niet praktisch. Want dan... Je kan hier niet comfortabel staan. Ik heb nog wel een ander idee. Zo'n medicijnkastje. Dat staat toch ook hier bij muurdecoraties? Ik heb geen vaste eettijdstip. Ik ga gewoon... Ik ben nu lekker aan het streamen. En als ik straks ga stoppen met streamen, ga ik wel ergens eten. Een plankje waar handdoekjes op kunt leggen. Dat zou ook nog kunnen. Maar het lastige is, het moet niet te veel uitsteken. Dat maakt het zo lastig. Want je sim moet hier kunnen staan. En ik wil dit eigenlijk niet omgooien. Want het is logisch om hier de wasbak te hebben dan hier bij de deur. Het is een hond, ja. Jura is een Friese stabij. Ik zal even haar naam typen. En het is de hond van mijn moeder. Daar ben ik vandaag op aan het passen. Ja, hier ben ik al eens geweest en nu zit ik weer hier te scrollen. Weet je, deze bewaar ik ook voor debug. Soms kom in debug nog dingen tegen. Dus we bewaren dit hok, dit stuk, voor debug. Wat heeft Jill? Die heeft dat... Oh, die heeft er een hele... heel ruim ingedeeld gewoon. Je kan hier gewoon met 4 man... Iemand kan gewoon handen wassen, kan hier naar de wc en dan kunnen er nog 4 man staan. Zoveel ruimte is er. Dus we bewaren dat wel voor debug. Ja, nou dan zijn we eigenlijk voor het grootste deel klaar al met de benedenverdieping. We hebben natuurlijk nog de tuin. We hebben de schuur. We hebben de gang hier. En de gang wil ik eigenlijk tegelijkertijd doen met de gang boven. Zodat dat een beetje een eenheid heeft. En dan hebben we nog kamers hier. En een zolder hier. Maar dat ga ik een keer bewaren voor een andere keer. Dus we gaan een andere keer verder met deze burenbouwchallenge. Maar ik zal even laten zien voor mensen die er niet de hele stream bij zijn geweest. Met wat we allemaal gedaan hebben. We hebben hier dus... Heb ik de ding aanstaan? Nee. We hebben hier de keuken. Mooie landelijke keuken. Even dit inklappen. Zo. Kunnen we meer zien. Mooie landelijke keuken. En dat is een beetje leidraad geweest van de stijl die we nu hebben. En hoewel landelijk zelf niet mijn ding is, vind ik het oprecht echt een hele leuke keuken. En ruim, maar ook niet krap met alles wat erin staat. Dus we hebben hier zelfs een Roomba hebben ze. Dan kunnen ze ook nog stoffen en blik. Hier kunnen die kinderen 's ochtends aan het ontbijt. En dan kan mama gewoon dingen maken. En hier zou die kinderen toeschuiven. Zo van hier eten. Wasbakkie. Hier kan gekookt worden. Hier staat van alles wat gebruikt kan worden. Magnetron. Koffiezetapparaat. Hier hebben we borden. Dan hebben we nog een aantal lege dingen. Dus wie weet komen in debug daar nog wat dingen tegen de ovenschaal zweeft. Heb ik niet gezien. Voerbak voor de kat. Dan hebben we hier de woonkamer. En dit ziet er misschien heel gek uit. Maar als ik een beetje uitzoom, dan zie je dat het dus een paal is. Dus het is een mooie onderscheid. Hele leuke gezellige woonkamer. Televisie met een bank en een stoel waar je kan zitten. De kat kan hier lekker chillen. Hier liggen nog wat tijdschriften die je kan lezen. We hebben daar nog wat leuke lijstjes aan de muur hangen. En als we omdraaien, hebben we de eetkamer. En wat ik dus echt grappig vind, is als je dus bij mij kijkt, zie je ook daar de televisie, daar de bank en daarachter de eettafel. Dus het heeft echt de indeling die ik dus zelf ook heb. Dat vind ik echt heel tof. En dan hebben we hier dus een inimini, ik laat hem al van bovenaf aan zien. Een voorraadkast met een stofzuiger, een kattenbak en dus nog een heel kast die we ooit ook met debug gaan opvullen. Dan hebben we nu net de wc gedaan. En inderdaad, wat Femke eerst zei, ik weet niet of je een wc schattig kan noemen, maar het is zeker schattig. We zien je niet hoor, Kim. Oh, ik vind het zeker een hele leuke wc, ondanks dat landelijk niet mijn stijl is. En ondanks dat het echt
groot is. Ik maak eigenlijk een wc nooit groter dan 4 hokjes breed. Ik maak eigenlijk een wc gewoon, ja, 4. Maar dit zijn er 6. Dat je echt denkt, wat doe je met die ruimte? Maar toch een leuk plekje geworden. Gewoon zeepjes en zo. Kan je handen wassen. We hebben hier een kalender waar verjaardag op geschreven kunnen worden. Iedereen, heel veel mensen in met wc's hebben altijd wel ergens iets opgehangen. Dus deze hebben allemaal, misschien zijn ze op vakantie geweest in Italië of zo. Of nou ja, dit zou best, als ik naar dit kijk en als ik naar dit kijk, Monte Vista kunnen zijn uit de Sims 3. We hebben een krukje met tijdschriften en vochtige doekjes, wc-papier, plantje, prullenbakkie. Leuk plekje ook hier. En dat was het nu. Oh ja, we moeten ook nog een keer kijken naar de voortuin. En op dit moment, Bianca, jouw kabouter, heeft het deze hele stream overleefd. En ik vind het ook leuk dat Bianca zegt, ik vind het leuk om weer zo'n bouwstreamje van je te zien. Nou, er gaan er deze maand dus nog meer komen. Want de deadline is 30 april en het is nu 12 april. Dus ik heb nog zo'n 2,5 weken om dit af te maken. Gaat me lukken, dat kan ik. Deze slomer bouwer kan dat. Maar jouw kabouter heeft het overleefd, die staat er nog. Maar al zeker een tof begin van een huis. Ik vind het oprecht een heel leuk huis. Komt vast goed. Ik heb nog genoeg tijd. Ja, dat is het. Ik dacht eerst, dat gaat niet meer lukken. Maar toen dacht ik, weet je, maandag 12 april. We hebben nog 2,5 week. Ik heb voor de rest geen collab afspraken of iets lopen op dit moment. Actieve, ingeplande collab afspraken. Of moeten Sims het niet nu komen verpesten? Hè? Dat ze morgen zeggen, joe! Nieuw accessoirespakket komt uit. Hier heb je early access. Dan heb ik het opeens weer druk. Maar op dit moment verwacht ik niks. Dus we gaan deze maand april komen er nog. Sowieso komt er nog een bouwstreampje aan. Maar als ik kijk naar hoe slome bouwer ik ben. En dat we nog deze hele verdieping hebben. En een zolder. Denk ik dat ik het zelfs dat ik nog 2 bouwstreams nodig heb. Om dit af te maken. Maar ik vind het ook wel leuk. Lekker chill. Lekker rustig. Niet zo speed bouwen. Lekker met jullie kletsen ook tussendoor. Ja, leuk. Morgen komt een nieuwe uitbreiding. Succes. Nee, gelukkig niet. Ik ga hem even opslaan tussendoor. Iedereen bedankt voor een leuke chat vandaag. Gezellige sfeer. Bedankt aan Jessie voor je subje. Aan Jill en Mighty Waneda voor de raid. Ik heb gewoon 2 Cloud Capital raidjes gekregen. Dus dat vond ik wel heel gezellig. En ik zie jullie ergens deze week weer met een nieuwe stream. Maar dan zal het even geen bouwstream zijn. Ik vind het leuk om dan tussendoor wat anders te doen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Sarah, dankjewel nog voor het volgen zo last minute. Tot de volgende keer, Sarah. Doei!